het moment dat je al een standpunt ingenomen hebt, dan heeft het geen zin om nieuwe informatie te brengen, want jij bent al overtuigd dat iets is. En niets belemmert het nieuwe weten zozeer als een overtuiging die je al hebt. Er is een intelligentie die dit heeft gecreëerd. En dat wil men dus niet. Want op het moment dat jij doorhebt dat jij op een plateau woont, dan is dus alles wat wij zien aan het water, de dieren, de bomen, de mensen, de planten, is allemaal gecreëerd voor ons. Platte aardse schijf. En dat wordt voornamelijk bewezen door het water. Het water heeft namelijk de neiging om te nivelleren. Het is altijd plat, om het zo maar eens te zeggen. Er is dus iets gebeurd waardoor zeg maar, de modder omhoog gekomen is. Niet alleen in Amsterdam, maar dat geldt ook voor Berlijn. Het geldt voor Manchester, het geldt voor Kiev, het gaat Melbourne. Overal zie je dat ja, de modder omhoog gekomen is. Er kwam een groep mensen die in hun visie de aarde voor zich wilden hebben, aansturen, controleren. En zij schuwden geen enkele manier om alles wat er was te vernietigen. Dino's hebben nooit bestaan. Dat is een hoax. In 1842 bedacht door meneer Owen. Die had het over dino's. Die hebben nooit bestaan. Wat wel bestaan hebben, is hele grote levensvormen van dieren die wij nu nog kennen. Wat NASA doet, als ze een zon willen laten zien aan de mensen, heb je twee mensen nodig. Eén met een sigaret en één met een camera. U bent hier omdat u weet dat dit een van de meest mooie perioden gaat worden van de mensheid. Het ontwaken, het te zien, het doorzien en het inzien van het systeem. Welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van The Truman Show. En ik ga jullie alvast voorspellen, dit wordt een hele spannende. Met wat controversiële onderwerpen die we lang eigenlijk nog niet besproken hebben, maar die we nu vandaag eindelijk gaan bespreken. We zijn namelijk in Almere Duin op bezoek bij Frans Heslinga. En Frans Heslinga is public speaker over een paar onderwerpen die we vandaag gaan bespreken. Hij is organisator van events en verschillende beurzen. En hij is onderzoeker naar het ontstaan van de aarde, de vorm en de structuur van de aarde. Volgens mij kunnen we al van zeggen, hij is niet rond. En Tartarië. Nou, dat zijn onderwerpen waar ik erg naar uitkijk om ze te bespreken met Frans. Daar gaan we zo meteen gelijk aan beginnen. Maar voordat we dat gaan doen, lieve vrienden, als jullie deze content tof vinden, deze podcast tof vinden, dan doen jullie mij een groot plezier door hem te delen op je socials en met je vrienden. We zijn nog op YouTube te vinden nu, maar we zijn onze website als de wiedeweerga aan het uitbouwen om die exit te kunnen maken. Als jullie mijn content delen, doen jullie mij dus een groot plezier mee. Ook als jullie het tof vinden op mijn website www.johnluca.com kunnen jullie een bijdrage doen, een financiële bijdrage. Dat helpt natuurlijk altijd enorm. Als jullie iets anders willen bijdragen, dat kan ook. Stuur me dan even een mailtje naar info@johnluca.com. Mijn dank is super groot. Ik kijk enorm veel uit naar eindelijk deze onderwerpen te kunnen gaan bespreken. En Frans, super dankjewel dat je bereid bent om met ons dit gesprek te voeren. Graag gedaan, prima. Ja, want jij doet al best wel een tijdje onderzoek naar deze thema's. Of je bent hier best wel lang mee bezig, geloof ik, hè? Ik ben vanaf 2013 begonnen met de opzet van de eerste Earth and Beyond. En dat gaat over onderwerpen, zeg maar, over de aarde en alles wat tussen de aarde en de hemel in zit. Dus zeg maar dat ik 9 jaar geleden eigenlijk begonnen ben met voorbereidingen op alles wat ik doe. Eerste jaar waren dat evenementen, de Earth and Beyond. Later kwam er de Truth Convention bij, toen de Awaken Aware dagen. En tenslotte ook nog de Shine, dat is meer voor lichtwerkers. Maar dat betekent dat je vanaf het begin al je omringt met allerlei sprekers. De ene die spreekt over de graancirkels, de andere over de UFO's. Koen Vermeer die praat ook over de UFO's. En dus je krijgt allemaal mensen in je bestand, zeg maar, die graag over bepaalde thema's spreken, die niet standaard zijn, laat ik het zo zeggen. Nou, op een gegeven moment had ik contact met iemand uit Amerika. Die had het over de concave earth, oftewel de holle aarde. Hij zegt simpel, Frans, als je een aarde bouwt of een huis bouwt, dan ga je niet aan de buitenkant wonen, je gaat aan de binnenkant wonen. Hij zegt dus, en met de aarde is dat net zo. Wij denken dat we op een bol leven, dat we aan de buitenkant wonen. Maar goed, dat is natuurlijk niet handig. Je kan beter aan de binnenkant gaan wonen. En eigenlijk kijken wij naar een hele kleine zon en een maan en sterren in het midden. Nou, dat was zijn theorie. Nou ja, daar ben ik wat verder op ingegaan. En op een gegeven moment bleek dat dat niet kon. Dat ook niet kon. En dan kom je op de theorie van eigenlijk de platte aarde.
Hmm. Dus dat is al, nou ja, in 2015 wist ik dat de aarde anders was dan dat ze ons vertellen. Hmm. Dus heb ik in 2016, dat was in juli, heb ik toen de European Flat Earth Conference georganiseerd in Egmond aan Zee. En daar waren 14 nationaliteiten bij aanwezig. En het grootste wat er gebeurde was eigenlijk dat Pwned, of Pwned, die kwam toen langs. En dat filmpje wat ze toen gemaakt hebben, dat is uiteindelijk 3,5 miljoen keer bekeken. En dat heeft wel heel veel mensen een beetje aan het twijfelen gebracht. Van ja, zou het dan toch anders kunnen zijn? Wauw. Ja. Dus dat heeft eigenlijk, want Pwned is natuurlijk altijd een beetje om de boel een beetje belachelijk te maken. Dat was oorspronkelijk ook de bedoeling. Ja, maar, precies. Nee, maar op het moment dat een journalist of reporter zich openstelt voor informatie, dus die is niet, dat die een bepaald standpunt inneemt, dus even geen voorkeuren en afkeuren heeft, zeg maar. Nou ja, dan ben je in staat om de informatie ook tot je te nemen. Mm. En ze hebben dat goed gedaan, dat was prima. Ja. Dat was toen al in 2016. Ja. Het is mooi dat je dat zegt, want ik, zeg maar, dit thema, zo mooi om dit gelijk in het begin van de podcast al even aan te pakken, maar dit thema zorgt natuurlijk voor best wel veel controversie bij verschillende mensen. Omdat het is gewoon weer zo'n thema wat je dan doet laten twijfelen aan eigenlijk alles dan weer. En, twijfel is goed. Ja, nou, dat vind ik dus eigenlijk ook. Maar voor mij is het ook zo heel simpel. Van, ja, mij maakt het gewoon niet meer uit welke vorm die aarde heeft. Ik sta overal open voor, weet je wel. En als je met die mindset ergens ingaat, dan kan je gewoon ernaar luisteren. En dan blijft het geen kleven wat bij jou kan blijven kleven, zeg maar. Maar als je er van tevoren al ingaat met nee, dit is onzin of dit kan niet of dit kan niet. Ja, dan houdt het wel heel snel op, zeg maar. Nou ja, dat is met alle leren zo. Op het moment dat je al een standpunt ingenomen hebt, Dan heeft het geen zin om nieuwe informatie te brengen, want jij bent al overtuigd dat iets is. En niets belemmert het nieuwe weten zozeer als een overtuiging die je al hebt. Mm. Ja, maar goed, kijk, de platte aarde is niet het antwoord. Het is een sleutel tot een heleboel andere antwoorden, waardoor een heleboel andere dingen op hun plaats gaan vallen. Dat je zegt van ik vind dit vreemd en ik vind dat vreemd en dat vreemd. Maar nu ik weet dat het globe komt van glauben. Wie je glauben dat, zo kom je aan het woord globe eigenlijk. Dus dat is wat er eigenlijk geloofd is sinds NASA eigenlijk gekomen is. Die heeft dat veranderd. Copernicus is ermee begonnen, 1543. Is 2 jaar lang door de kerk achterna gezeten. Ja, na zijn dood dan. Weet je wel, dat niet klopte allemaal. En uiteindelijk is de kerk ook overstag gegaan. En dan heeft men dat nieuwe idee geaccepteerd. Mm. Maar ja, het is nu een groot thema geworden. En de zalen die ik nu bezoek, zeg maar, ja, die zitten vol. Mensen willen nu weten hoe het is. Ja. Want dat wij wentelen in leugens, dat mag toch wel duidelijk zijn. Alles wat je nu nog aan formules weet van de lagere school. Hè, water is H2O. Water is helemaal geen H2O. Hoe kun je nou water hebben en waterstof en zuurstof op kamertemperatuur alle drie tegelijk? Dat kan helemaal niet. Dus alle formules die we in die tijd geleerd hebben. En het klopt niet. Water wat we hier zien en lucht, dat is hetzelfde goedje. Alleen het gaat voortdurend in elkaar over. Je hebt vloeibaar. En dan is het water. En als het in gasvorm is, dan is het lucht. Tenminste, wij noemen dat lucht. Wat men wil voorkomen is dat mensen duidelijk krijgen dat als ik hier een glas water neerzet en even later is het verdampt, dan zit er dus kennelijk waterstof in de lucht. En dat willen ze niet, dat jij dat weet. Dat willen ze niet, maar dat is het gevolg. Als er regen naar beneden komt en water zou H2O zijn, dan moet er toch waterstof in de lucht zitten. Anders kan het niet naar beneden komen. Dat soort dingen. En waarom willen ze dat wij niet weten dat er waterstof in de lucht zit? Nou ja, kijk, je hebt 4 elementen die alle processen op aarde sturen. Je hebt zuurstof, dat is een ontstekingselement. Je hebt waterstof, dat is een brandstofelement. Je hebt koolstof, dat is een vormgevend bouwelement. En je hebt stikstof, dat is een beheersingselement. Die zorgt ervoor dat de boel niet meteen ontploft. Maar waterstof is dus een soort energie die in de lucht aanwezig is. Ja, nou ja, daar kun je dus gebruik van maken. En dat heeft men liever niet. En men heeft ons verteld dat vissen bijvoorbeeld, heel ander onderwerp, maar dat die zogenaamd zuurstof uit het water halen. Nou, wat een onzin. Als een vis dat zou doen, dan zou je dus bubbeltjes moeten zien als de vis in het water zwemt. En die moet voortdurend bubbeltjes loslaten. Of het nou lucht is, zuurstof, dan is dat een gas. Maar dat geldt ook voor CO2. Dat is ook een gas. Kun je niet zien, maar dat is wel een gas. Maar welk aquarium je ook bezoekt, je zult nooit zien dat vissen bubbeltjes maken. Nee, dus net zo walvis eigenlijk, zeg maar.
Nou ja, die doet het op een andere manier. Maar bij vissen, die ademen dus niet. Die halen gewoon het waterstof, zeg maar, dat is wat ze gebruiken. De energie die in het water zit. Maar zuurstof, net als bomen geven ook geen zuurstof. Dat wordt ons verteld, dat hebben we geleerd, maar dat is niet het geval. Het enige wat een boom doet, is dat die liquid water, vloeibaar water, omzet in lucht. Dat is wat een plant doet. Als ik een plant water geef, moet ik dat korte tijd daarna weer doen. En de plant die zuigt dat op en die verstuift dat als het ware in de ether. Dat is wat bomen doen. En dus een plek zonder bomen is ontzettend droog. Mm. Want er wordt geen water, zeg maar, verdampt door de boom. Nou, dat zie je natuurlijk in droge gebieden. Als de bomen weg zijn, wat ze nu aan het doen zijn overal, dan wordt de lucht steeds droger. Mm. Maar wat ademen wij dan? Wij ademen eigenlijk ether. Kijk, de mens zit op de laagste fysieke plane. Het laagste fysieke plane. Daarboven, die bestaat uit 3 lagen van materie. A, B en C. Dan heb je de ethereal substance. Dat is de transformer. Tussen de energie die daarboven zit en de vorm die daaronder zit. En daar zitten we al gelijk bij Tartarië. Maar die wisten hoe ze de ether konden beïnvloeden, zodat die uiteindelijk vorm geeft op het laagste niveau, in materie, in fysicaliteit. Dat kunnen wij nu niet meer. Dat zijn we al lang vergeten hoe dat moet. Mm-hmm. Nou, laat ik zo zeggen, ze hebben ons geholpen het te vergeten. Mm-hmm. Mm-hmm. En wij kunnen dat niet. Maar als jij naar een blad kijkt zoals hier, wat wij zien is het uiteinde, het fysieke deel van een gigantisch veld aan energie wat erachter zit. Waar ook de wetenschap op dit moment nog geen visie op heeft, hoe dat precies werkt. Men weet dat het er is. Want hoe dieper ik doorgraaf in de moleculaire structuur van dit soort dingen, zelfs van de tafel, uiteindelijk stuit ik op niets, alleen maar op energie. Wat beweegt in de vertraagde vorm. Dat is, uiteindelijk vind ik altijd niets. Eigenlijk is dat energie. Hmm. Maar zullen we voor, want ik denk, ja, ik besprak net al eventjes hoe de onderwerpen waar jij onderzoek naar doet, maar misschien, ja, volgens mij om een totaal plaatje het beste van jouw werk te kunnen krijgen. Zullen we beginnen bij het begin eigenlijk dan? En dus het ontstaan van het hele verhaal? Het ontstaan van de aarde en vanuit daardoor? Want is dat de manier om, zeg maar, jouw werk gewoon het beste samen te kunnen vatten dan? Ja, nou ja, ik denk het wel. Kijk, wat wij weten, wat ons... Nee, wij weten niet. Wij weten alleen wat ons verteld wordt. Hmm. Wat ons verteld wordt is dat de aarde uit een soort Big Bang is ontstaan. Georges Lemaître kwam daarmee in 1932. Eerst was er niets. Dat is ontploft. Nou ja, zie daar alle sterrenstelsels en zonnen en manen en planeten. En, dat is een wanverhaal, maar dat is wat men heeft verteld. 18 miljard jaar geleden. Nou, op een gegeven moment, 4 miljard jaar geleden, koelt de aarde af. En die heeft 14 miljard jaar rondgezweefd als een gloeiende bol. Niet echt, hè? Niet echt. Ik zeg het even hoe zij het vertellen. En nou ja, daarna koelt het af. Op een gegeven moment gaat het regenen. De regen op aarde, water, weet men niet waar dat vandaan komt. En op de rotsen, er ontstaat een soort oersoep. En uit die oersoep ontstaan moleculen. Dat is ook een raadsel hoe je van niet leven naar leven komt. Wanneer. En daaruit ontstaan dan alle bomen, planten en dieren en mensen. En het bijzondere is, als je nu daar een beetje op let, dan denk je van ja, maar er is een gigantische symbiose tussen de planten, de bomen, zelfs de dieren en de mensen. De dieren eten weer planten en de planten en de paddenstoelen en de schimmels die werken weer samen met bomen. En daar zit dus een codering, er zit een plan in, een soort symbioseprogramma waardoor dat zo allemaal werkt. Nou ja, en met mijn gezonde Groningse verstand denk ik van ja, dat kan niet uit een explosie komen. Als bij Philips in Eindhoven de technische afdeling ontploft en daar ontstaat zomaar een computer uit, dan denk ik, ja, dat vind ik niet logisch. Dat is in mijn optiek is dat niet mogelijk. En dat geldt dus ook voor de aarde. Er is een systeem, zit erin, een bepaald programma wat de aarde uitvoert. En het leven op aarde begint met planten. Planten is stap 1. Want planten uiteindelijk zullen verstenen, net als dieren en net als mensen, en die beginnen het plateau, zeg maar, te vormen. Een bal kun je niet maken. Dat zeg ik gelijk op voorhand, dat gaat niet. Een plateau kun je wel maken. En dat plateau is ook veel groter dan waar wij op dit moment aan denken. Maar zo moet je dat eigenlijk zien. Het begint met plantenleven. Plantenleven dat
vermolmt als het doodgaat, zeg maar, dan sterft het. En dan gaat het eigenlijk terug naar de oorspronkelijke mineralen waaruit het is opgebouwd. Als jij in de herfst bladeren veegt en je legt het op een schone vloer, hè, een schone tegels, je gooit die bladeren erop en joh, over 3-4 weken dan gooi ik het wel in de container. Als je na 3-4 weken die bladeren weghaalt, dan zie je een hele laag modder op de vloer liggen. En denk, ja, dat heb ik er niet neergegooid. Nee, die modder komt eigenlijk uit het biologisch materiaal wat jij daar neergegooid hebt. Dat vermolmt, om zo maar eens te zeggen. Dat vormt aarde. Nou ja, en dat gebeurt op de grote aarde net zo. Een bos waar je niks aan doet, verhoogt zichzelf op. Takken en bladeren vallen naar beneden. Op een gegeven moment die vermolmen, vormen een nieuwe laag. En het jaar erop gebeurt hetzelfde weer. Dus een bos, en dat weet een boswachter, als je er niks aan doet, wordt het bos alleen maar hoger en hoger. Maar dat geldt ook voor het aardse plateau. Het geldt zelfs voor helmgras en heidegras. Als je kijkt naar die beelden op Paaseiland, jarenlang hebben we gedacht dat er alleen maar hoofden stonden. Dan zag je van die hoofden in dat landschap. Mm-hmm. En nou ja, nu ze dat uitgraven, blijkt dat er dus een compleet lichaam onder zit. En benen en zelfs voeten zitten erop. Dus jij bent kunstenaar, jij gaat zo'n enorm beeld maken, zeg maar. En dan zet je hem voor 3/4 in de grond. Dat vind je logisch. Nee, natuurlijk niet, want die dingen zijn veel te zwaar, die waaien niet om. Maar wat er gebeurt is dat ook helmgras, heidegras, dat sterft op een gegeven moment. Dat wordt bruin en dat vormt een kleine nieuwe laag. En het jaar erop gebeurt hetzelfde weer. En zo gaat die grond langzaam gewoon omhoog. Dat is een heel natuurlijk proces. Nou ja, goed. En daarnaast heb je natuurlijk De grote levensvormen, ik noem dat het gigantisme. Want alles was vele en vele malen groter dan dat wij nu zijn. En dan moet je dus denken aan bomen. Ik laat dat ook zien in de presentaties. Bomen die een doorsnede hebben van 16 kilometer. Doorsnede, dus niet de hoogte. De doorsnede van de stam is 16 kilometer en 8 kilometer en 10 kilometer. Dat zijn gigantische constructen wat we ons niet kunnen voorstellen. Maar ja, wij waren er toen nog niet. Dus bovendien, wat is groot en klein? Vanuit welk perspectief bekijk je dat? Kijk, wij mensen zitten op het mesoniveau, middenniveau. Maar als je in jouw lichaam kijkt, zie je allerlei bacillen en bacteriën allemaal rondrennen, heel klein. En dat is de microwereld. Maar boven ons is ook de macrowereld. De wereld van de macro's die wij niet kunnen zien. Net als dat we in ons lichaam niet kunnen kijken, behalve met een microscoop. En dan moeten we iets. Maar een macroscoop, dat is er niet om te kijken hoe zich dat daarboven beweegt. Dus groot en klein, wat ik ook uitleg in Rebirth, dat doet er helemaal niet toe. Het is altijd vanuit welk perspectief kijk je. Mm-hmm. Ik was een keer op een paddenstoelen tentoonstelling in La Louvée, dat was in de Ardèche. En er was een stuk boomschors, daar kon je naar kijken met een microscoop. Dus ik kijk naar dat stuk boom. Het was schors, hè? Gewoon schors wat er ligt. Dus ik kijk door de microscoop en ik zie. Ik denk, dat kan niet. Ik nog een keer kijken en ik zie gewoon een nieuwe wereld voor mij ontstaan. Met bomen en planten en struiken op een stuk schors van een boom. Wat ik met het gewone oog helemaal niet zie. Dus ik kijk in de microwereld en ik zie ja, een compleet nieuwe wereld ontstaan. Dat was heel frappant. Dat was heel, heel. Daarbij dacht ik ook, ja, wij nemen nu deze wereld waar, maar er is een kleinere wereld, maar er is ook een grotere wereld, eigenlijk. En de mensen waren natuurlijk veel groter, hè? Mm. De mensen waren reuzen, sommige kilometers groot, en dat laat ik ook zien. Alleen, er is wat met die reuzen gebeurd, die zijn allemaal versteend. Als een lichaam doodgaat, krijg je een wedloop tussen verrotting en verstening. Als er zuurstof bij is, lucht, zuurstof bestaat eigenlijk niet, maar als er lucht erbij is, dan gaat het verrotten. Maar op het moment dat het afgesneden wordt van lucht, hè, door modder of water, dan gaat zo'n organisme gaat verstenen. Waarom? Omdat het water er doorheen trekt met achterlating van de mineralen. Als jij een kraan laat druppen, zeg maar in de gootsteen, op een gegeven moment zie je wel zo'n wit vlekje. Dat is een beetje kalk. Wat dan met het. Nou, dat is eigenlijk wat in het groot gebeurt. Op het moment dat jij bijvoorbeeld een kat begraaft. En in vochtige grond, hè, vochtige grond, en na 3 jaar dan graaf je hem op, is hij compleet versteend. Is hij compleet versteend, omdat hij afgesloten is van lucht, maar het water trekt er doorheen en laat gewoon achter de mineralen die het water heeft. Mm. Ken jij het woord steenvrucht? Nee. Steenvrucht is wanneer een koe bijvoorbeeld begint met de geboorte van een kalfje. Of althans, het kalfje is gestorven in de baarmoeder van de koe. En wat er dan gebeurt, het embryo's en wat dat verandert in een steen. Dus wat de koe uiteindelijk
uitkraamt, zeg maar, dat is een steen, dat heet een steenvrucht. En dat betekent dus dat het levende organisme dood is gegaan, niet omgeven is door lucht, niet kan verrotten en wordt dus automatisch weer een steen. En zo is de hele aarde opgebouwd. Je ziet wel eens cactussen die aan de bovenkant lichtgroen zijn. Mm. In het midden zijn ze donkergroen. En beneden zijn ze al hout. En als je nog verder naar beneden gaat, dan wordt het steen. Hetzelfde ding. Hmm. Wordt steen helemaal in de grond. Maar dus die reuze mensen, zeg maar, ja, die zijn versteend. Ja. En die zitten in de aarde. Of we lopen over de restanten van de gigantin heen, ja, zo is het. Hmm. Die verstenen. En dat gaat samen met dieren, bomen en planten. Je moet, een libelle bijvoorbeeld in die tijd was bijna 1,5 meter groot. En dat kon omdat die libelle ademt door zijn huid. En die heeft geen longen, maar die ademt door de huid. En op een gegeven moment als iets groter wordt, dan krijg je een verschil tussen het volume van bijvoorbeeld een dier en de oppervlakte van de huid waardoor hij kan ademen. Als je groter wordt, dan wordt de verhouding ongunstig voor het dier. Nou, dat betekent dus dat een libelle van 1,5 meter zou in deze omstandigheden met een veel lagere druk van de ether niet kunnen overleven. Hij haalt niet genoeg zuurstof binnen voor zijn organisme van 1,5 meter groot. Dus alles krimpt, alles wordt kleiner. Dat heeft te maken met de grote vloed die destijds is geweest, 4400 jaar geleden. Mm. Want als ik dan toch zo even voor me zie dat over dat ontstaan van die aarde, dan ergens moet dan toch een bepaald moment van ontstaan zijn geweest, toch? Want als je geen Big Bang hebt. Nee. Hier liep het in Dokkum een beetje uit de hand. Op een gegeven moment had ik aangegeven dat als de Anunnaki, als die een nederzetting wilden gaan maken, ze noemden dat een Iden. Iden, we kennen dat van Hof van Eden. Maar een Iden was voor hun een soort omgekeerde, noem het even een soort fruitschaal, boven een laag van ijs. En wat er dan gebeurt als je een omgekeerde fruitschaal op ijs legt, bij 33 graden Fahrenheit begint dat ijs te smelten en wordt eigenlijk water. Het enige wat je moet doen is plant life, breng je daarin. En op een gegeven moment ontstaat vanzelf het hele plateau. Het gaat vanzelf, want de boom zet het water, het vloeibare water, om in lucht. En die drukt als het ware op een gegeven moment de boel naar beneden. Dus er komt steeds meer lucht en er komt dus steeds meer environment, zeg maar, voor leven buiten water. Hmm. Dat kunnen planten doen. Planten doen dat. Dus dan even voor mijn beeldvorming, want ik hoor Anunnaki, daar ga ik dan wel op aan, want die is natuurlijk vaker teruggekomen hier in de podcastserie ook. Maar dus er was ijs en de Anunnaki zijn daar gekomen. Zeg dat goed? Ja, ja. En die hebben dan daar Eden eigenlijk van gemaakt? Dat is dus wat zij zelf aangeven. Dat als zij een nederzetting of een leefplek willen creëren, dan moet je dat afsluiten van de rest. Ja. Een soort drukcabine opzetten, zeg maar. Ja, dus die Anunnaki die zijn eigenlijk naar wat hier dan met ijs was, zijn hier naartoe gekomen. Als ik het goed, zo goed, oké. Okay. En dan hebben ze eigenlijk de Eden ervan gemaakt door die omgedraaide ding erop te zetten. Ja. Elektromagnetisch veld is het. Elektromagnetisch veld en in het ijs eigenlijk. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het ijs gesmolten is, dus water. Ja. En dat we eigenlijk met een koepel in dat water zijn komen te staan. Het ijs smelt daar waar de zon niet komt. Als je een platte aarde neemt, de Noordpool zit in het midden bij ons. En de zuidelijke ring, dat is de Antarctische ijsring, die zit eromheen. Maar de zon die gaat alleen maar in het midden, maakt die rondjes. Dus het is logisch dat als hij niet in het midden komt, dat daar ijs zit. Het is logisch dat als hij niet aan de uiteinden komt, dat kan ook niet, dan is daar ook ijs. Dus op zich is dat heel, heel logisch te verklaren waarom dat is. Dus je maakt leven, en het kan alleen maar leven zijn op het moment dat er licht en warmte is. Je kunt niet leven alleen maar met dat ijs. Je moet dus een constructie maken waarbij je in elk geval een zon, maan is nog niet per se noodzakelijk, maar in elk geval installeert in het systeem. Ja. En dat is dus gedaan door, dan heb ik het verhaal even compleet, door de Anunnaki, die reuzen. Reuzen, ja, dat sowieso. Maar Anunnaki is een verzamelnaam van gigantisch veel entiteiten en energieën die daarin zitten. En je moet het ook nog niet meteen allemaal fysiek zien. Als je kijkt naar de tijd van Lemurië bijvoorbeeld, dat was allemaal niet fysiek. De Romeinen noemden dat ghost people. Ghost people, dus geestmensen. Dus dat was allemaal minder fysiek. Het was meer etherisch in de eerste instantie. En op een gegeven moment, dat heeft te maken met ons eigen denken,
zijn we steeds verder gezakt in fysicaliteit, in materie. En daar zitten we nu eigenlijk volop in. Ja. Denken dat dat ook alles is. Ja, maar wat ik net al schetste bij dit blad, er zit hier een enorm energieveld achter. Wij zien alleen maar het uiteinde, dat stukje wat vorm heeft, zeg maar. Mm. En dat vormloze gebied, dat zien wij niet. Nee, en dus hebben wij voor het gemak, hebben wij dus bij die Anunnaki, zien we alleen maar ons, zeg maar, die reuzenfamilie voor, die naar aarde is gekomen om goud te delven, zeg maar. Dat zit wel in ons, ja. De hunkering naar goud om dat te doen. Een soort slavenras, hè, net als wij kippen hebben voor de eieren. Zo zou je kunnen zeggen van, hebben zij de mensen gecreëerd tot slaaf voor hen. Ja, klopt. Ja, oké, maar dat vind ik dus een mooie verdieping. En dan heb ik hem ook helder dat zij dus inderdaad, al zijn ze dan niet helemaal zoals wij voor ons zien, dat zij eigenlijk vanuit het ijs onze aarde dus hebben gecreëerd op de manier zoals jij net schetst. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt, ja. Ja. En dus vanuit daar is het leven eigenlijk, ja, omdat zij uiteindelijk ook groot en reuzen, zij hebben daar dus geleefd en die zijn dus gedurende de tijd kleiner geworden. Omdat het, kijk, als jij een, ik kan het niet schetsen, maar op het moment dat jij een vloed organiseert, oké, als jij een leven creëert, hè, op aarde of in een laboratorium, maakt niet uit, heb je altijd een backup als het fout gaat. Want het kan natuurlijk fout gaan, een experiment kan fout gaan. Nou, dan heb je een knop voor vuur, en dan gaat alles door vuur vernietigd worden, en je hebt een knop voor water. Dan komt er water binnen en alles dood wat onder water komt. Voor een moderne samenleving heb je nog een derde manier en om het tot stilstand te brengen. Dat is bureaucratie. Maar dat was toen niet aan de orde, zeg maar. Dus je hebt vuur of water, daarmee kun je het vernietigen. Nou, er is het duidelijk. Over de hele wereld zie je voorbeelden van een waterramp, zeg maar, die wereldwijd is geweest. En wat er dan gebeurt, is dat het water wordt veel hoger. En daardoor wordt de ether, als je even rekening houdt dat er een doom boven zit, dan wordt dus de druk van de ether wordt gewoon lager. Dit is een mooi voorbeeld. Als je de Bijbel een beetje kent, dan er was Noach, die had al die dieren meegenomen. Dan moet je een beetje flexibel zien, zeg maar. Maar op een gegeven moment, toen die duiven niet meer terugkwamen, die vogels, dat betekent dat ze land hadden gevonden. Ik weet niet of je weet wat Noach toen deed, maar die trok een fles open. En wat er staat in de Bijbel, hij werd een beetje aangeschoten. Hij ging eilen. Hij ging een beetje wartaal uitspreken. Maar waarom ging die wartaal uitspreken als ik jou in één keer 3000 meter hoger in de bergen neerkwak, waar de lucht een heel andere luchtdruk is, dan heb je een probleem. Dan ga jij eilen, want jij hunkert naar lucht. En nou ja, dat is eigenlijk wat er gebeurd was. De druk van de ether is zo veranderd dat na de vloed alles vele malen kleiner is geworden. Alles. Planten, bomen, dieren en mensen. En in die tijd van de Tartaren waren die nog, pakken bij 300-400 jaar geleden, waren die nog 4 meter. Zo kort is dat nog maar geleden. En die foto's heb ik allemaal nog. En de eerste camera pas is in 1888 op de markt gebracht door meneer Eastman. Dat was een Kodak. Dus, maar die foto's zijn er. Dus dat betekent dat grote, lange mensen nog heel lang hebben geleefd. Maar op het moment dat je de druk van de ether, zeg maar, verandert, het wordt steeds minder. Ja, dan kunnen die organismen niet meer groot groeien. Mm. Als jij als twee lange Nederlandse mensen, hè, als ze die naar Zwitserland zouden gaan in de bergen, en zij verwekken hun eerste kind, dat embryo die voelt de enorm lage druk van de ether en die past zijn formaat onmiddellijk aan. Dat wordt een heel klein onderdeurtje. En andersom, als twee korte mensen uit Oostenrijk, hè, hoog in de bergen naar Nederland gaan, ze verwekken hun eerste kind. Dat embryo die voelt de enorme druk van de ether, want wij leven vlak bij het water, voor een groot deel onder de zeespiegel zelfs nog. Dus je denkt, feest, hoera, ik kan groeien. En hun eerste kind wordt dus een hele lange slungel. Het heeft puur te maken met de druk van de ether. Een paar meter verschil maakt al wat uit. In Groningen en Friesland verkopen ze de lengtematen in de confectieindustrie. Maar in Brabant en Limburg verkopen ze de breedtematen. Een paar meter verschil maakt voor het embryo al uit. Die voelt dat. En die past onmiddellijk de lengte van het organisme aan. Mm. En dat is het probleem met de aarde. Dat de druk van de ether, die wordt steeds lager. Uiteindelijk zullen de wolken ook steeds lager gaan hangen. Als je dat moet je eigenlijk opmerken. Met de periode dat je 20 bent. Ik was veel buiten. En dan kijk je naar de wolken. Die hangen hoog in de lucht. Maar als je nu kijkt, die wolken hangen op
die hangen eigenlijk laag in de lucht. Ik zie nu vooral gewoon veel chemtrails eigenlijk. Ja, nu dan toevallig net even niet, maar op een normale dag. Chemtrails, ja, daar kun je het ook over hebben. maar ja. Frans, want ja. Je hebt, wat mij betreft begin ik een beetje helder te krijgen waar je, hoe dat dan volgens jou ontstaat. Maar hoe, kun je maar gewoon uitleggen dan eigenlijk, hoe zit die platte aarde dan precies in elkaar? Ja. Op voorhand zeg ik even dat het maken van een bol met water is niet mogelijk. Dus dat kan niet. Je hebt een plateau nodig. En de oude kaarten die ik heb uit 15e, 16e, 17e eeuw laten ook gewoon zien de andere aarden en oorden die buiten ons veld liggen. Buiten ons veld wil zeggen buiten de Antarctische ring. Dus hoe ziet de aarde eruit? Als je even in gedachten een pannenkoek zeg maar, neemt, die je kent. En je legt allemaal ijsklontjes zeg maar, op de buitenste rand. Dan noemen we dat eigenlijk Antarctica. Waarbij dan het zuiden van Afrika, het zuiden van Zuid-Amerika en Australië zitten eigenlijk dan vlak bij die ijsring. En die wijzen dus niet naar elkaar toe, zoals op een bol idee. Maar die wijzen juist de andere kant op. Nou ja, en in het midden zit dan de Noordpool. Dus als jij ergens met een kompas loopt, dan is het zo. Hoe moet een kompas op een bol wijzen? Dat gaat niet. De magnetische Noordpool in het midden, dat is waar het kompas altijd naartoe wijst. Of je nou in Brazilië bent of waar dan ook, hij wijst altijd naar het midden. Nooit naar het noorden. Het noorden zou immers boven op de bol zijn. Dus het is een platte aardse schijf. En dat wordt voornamelijk bewezen door het water. Het water heeft namelijk de neiging om te nivelleren. Het is altijd plat, om het zo maar eens te zeggen. En of je nou een theekopje hebt, of een badkuip, of een emmer, of een meertje, het water is altijd plat. En dat geldt ook voor de zeeën en de oceanen. Alleen dan heb je wel een container nodig, een soort muur, wat het water gewoon binnenhoudt. Dat is de Antarctische ijsmuur, die op sommige punten 30 meter en sommige punten bijna 50 meter hoog is. En die omringt de totale aarde, hetgeen in 1778 door Captain Cook al is bewezen. Die heeft toen 96.000 kilometer gevaren, helemaal langs de rand, in 3 jaar tijd en 8 dagen, zonder dat hij ooit maar een keer een doorgang vond om naar rechts te gaan. Als je continu blijft varen dan. Dus toen zei hij ook van ja, als ik om de Zuidpool had moeten varen, wat op de bol wordt getekend, zeg maar, ja, dan was ik na 15.000 kilometer was ik klaar. En dan had ik helemaal om de Zuidpool gecirkeld. Het feit dat hij er 96.000 kilometer over deed, om helemaal langs de ijsmuur te varen, om op hetzelfde punt weer terecht te komen, ja, is eigenlijk al het bewijs in 1778 dat hij dat al heeft gedaan. Nou ja, en de zon en de maan zijn vlak boven de aarde. Die zitten dus niet op, de zon zit niet op 150 miljoen kilometer afstand. En de maan zit niet op 378.000 kilometer afstand. Die zitten vlak boven de aarde. En die zon verwarmt en verlicht alleen het aardse plateau. En het enige wat die doet is alleen maar rondjes draaien. En als je een zaklamp neemt en je zou op de tafel schijnen, dan is hier op dit moment licht. En hier is het dan, de continenten die daar liggen, zitten in het donker. En op het moment dat de zon verder gaat, dan komt dit in het licht en dan zit dit in het donker. En zo draait hij in 24 uur alleen maar boven die platte aarde. Soms wat hoger, als hij naar het midden gaat, dan hebben wij zomer. En dat moet ook wel, want anders zou de hitte van de zon, als je een fietswiel plat neerlegt en je moet in het midden een rondje maken, dan ben je zo weer terug. Maar als je aan de buitenkant een rondje moet maken van die platte fietswiel, dan ben je wel even behoorlijk onderweg voordat je weer terug bent. Nou, als de zon dat zou doen met dezelfde snelheid, zeg maar, op dezelfde hoogte middenin, dan zouden we, dat zou heel onprettig zijn voor alles wat boven het noordelijk halfrond zou zijn. Dus wat doet de zon dan heel automatisch? Die gaat omhoog. In het midden gaat hij omhoog. En als hij weer naar de buitenkant gaat, dus 2 keer per jaar over de evenaar, dan gaat hij weer wat zakken. En dan komt hij dus dichter bij de buitenring, zeg maar. En dat is de maan die hobbelt daar wat achteraan. De maan is wat trager dan de zon. De zon doet er 24 uur over per dag. En de maan 24 uur en 50 minuten. Dus soms staan ze heel dicht bij elkaar. En dan op een gegeven moment neemt de zon weer een voorsprong. En dan staan ze tegenover elkaar. Maar soms zie je ze ook allebei in de lucht. Dan staat de zon daar en de maan staat daar. En denk je, dat is vreemd, ik zie ze allebei. Maar dat heeft ermee te maken dat ze op een gegeven moment weer dichter bij elkaar komen. Dan kruisen ze elkaar, want de zon gaat. En soms zie je dan een maan of zonsverduistering en dan gaat de zon weer verder. Op die manier gaat dat. Dus het is een mooi, op zich functioneel aangelegd plateau.
laat ik het zo zeggen. En de spoel die het allemaal genereert, die zit op 13 kilometer diepte. Op 13 kilometer diepte onder de aardkorst, zeg maar, daar vind je een gigantische spoel die zorgt voor de energie. Je vindt hem op de bodem van de kathedraal van Chartres. Daar is hij afgetekend. En die Tataren wisten dat, hoe dat werkt. En daarom worden die kerken en die kathedralen ook op energielijnen gebouwd. Maar dat genereert, dat komt vanaf die 13 kilometer diepte. Want ik neem aan dat je weet dat we niet verder dan 12 kilometer kunnen boren. Mm-hmm. Het diepste boorgat, dat is het COLA Ultra Deep Experiment. Waarbij men niet dieper komt dan 12 kilometer. En dat is maar goed ook, want ja, anders ga je de boel vernielen daar beneden. Dus, maar daar zit de basis van onze energie. Daar giert het, zeg maar, de energie doorheen. En dat op een gegeven moment komt dat naar boven, naar de oppervlakte. En ja, als je een kerk of een kathedraal of een moskee of een tempel op dat soort energielijnen kunt bouwen, ja, dat is de helft van dat werk. En dan kun je maar beter doen, want die kathedralen hebben geen religieuze functie. Die hebben een hele andere functie. Ja, en voordat we eruit komen, maar wat zijn de zon en de maan dan precies? Ja, de maan is een lastig iets. Klaas Dijkstra in zijn boek uit 1963, die zegt dat de maan niks anders is dan een platte schijf die weerspiegelt de continenten op aarde. Het is dus een luminescent disk. Het is een schijf, niet een bol. Wij zien het wel als een bol, maar dat is niet wat het werkelijk is. Maar het is een schijf die alleen maar reflecteert de aardse continenten. En op zich is dat deels een beetje vreemd, want Lemurië staat daar bijvoorbeeld nog op. Je kunt in de maan Lemurië aflezen. Alleen dat is er nu niet meer. Polynesië bijvoorbeeld, dat zijn de toppen. En dat zijn de toppen eigenlijk van wat ooit Lemurië is geweest. Dus op het moment dat de maan een reflectie geeft, moet dat een beeld zijn van, nou ja, pak een beet zo'n 2.000-3.000 jaar geleden. En dat is een beetje vreemd, maar dat is. Maar de zon, dat is een transformer. De zon brengt ons energie en warmte, zeg maar, en de zon staat heel dichtbij. Vanuit een, eigenlijk zou je dat een andere dimensie mogen noemen. Het is niet een vuurbol, zoals NASA ons, en met zonnevlammen en wat een onzin. Hoe kan nou vuur branden in een vacuüm? Als je een vacuümkamer hebt en je wil een vuurtje stoken, dat gaat niet worden. Dus zodra er in de heelal, in het universum, geen zuurstof is, want er staan geen bomen, kletskoekverhaal, maar goed, stel, dan kun je dus ook geen zonnevlammen hebben, zeg maar. Wat NASA doet, als ze een zon willen laten zien aan de mensen, heb je twee mensen nodig. Eén met een sigaret en één met een camera. Die man met de sigaret, die neemt een flinke teug, waardoor dat gaat branden. En de ander, die neemt er gauw een foto van. Vervolgens, serieus. En dan ga je dat een beetje bijwerken en dat is de zon. Als wij zelf foto's van de zon maken, zien wij een heel andere zon dan dat NASA ons laat zien. Maar op dit moment is wel het. We leven in een elektromagnetisch universum. Hè? Alles is elektromagnetisch. Maar we gaan er maar vanuit dat de zon is een soort transformer. Die de energie bundelt en, nou ja, zeg maar, en naar de aarde zendt. Maar niet op 150 miljoen kilometer afstand. En ook gemaakt door diezelfde Anunnaki. Ja, nou ja, je kunt niet mensen in zo'n bak gooien, in zo'n zandbak en zeggen, zoek het maar uit. Dus op het moment dat jij een plan. Als je kippen gaat houden, dan ga je ook een kippenhok maken. Met wanden en een paar stokken erin. En eventueel een voerbak en eierenbak en verlichting misschien wel. Dus je creëert een leefwereld voor datgene wat je wil gaan houden. Dus je voorziet dat van energie. He, dus je moet een spoel bouwen zodat er energie is op dat plateau. Je kunt niet zeggen, mensen, vindt zelf maar uit dat je aardolie kan opstoken. He, of dat je windmolens moet gaan neer. Dat is toch een rare gang van zaken. Dus op het moment dat jij dat doet, dan voorzie je in de energie. Je voorziet in voeding. He, dus planten, daar begint het mee. Nou, planten consumeren zichzelf uiteindelijk. En ook de grond waar ze in zitten, de mineralen. Nou, dan komen de dieren eten weer de planten. Dan komen de mensen, wij eten planten en of dieren, hè, of alle twee. Nou, op die manier is dat allemaal keurig geregeld. En als je dat een beetje goed afsluit, dan houdt zichzelf dat in stand. Je hebt van die flessen, dan kun je zelf een mini-wereld maken. En nou ja, goed, het water verdampt, weet je wel. Dat komt tegen de buitenkant aan, gaat naar beneden, gaat weer in de grond. Nou, op die manier houdt het zichzelf gewoon in stand. En daar hoef je niks aan te doen. Nee. En dat hebben ze dus gedaan om ons, zeg maar, als slavenras dan. Het idee heb ik van wel, ja. Dat wij... We kunnen daar hele mooie verhalen over doen. Maar in wezen denk ik dat het inderdaad zo is. Dat wij als een soort, nou ja, mensenras gecreëerd zijn.
Alleen zijn we wel een beetje goochem geworden in de loop van de tijd. Wij beginnen ons te ontwikkelen. Die Bashar, die noemt ons de masters of the limitations. Ik weet niet of we daar blij mee moeten zijn, maar wij doen het heel goed, laat ik het zo zeggen, als mens. Mm. En ja, de huidige machthebbers die zijn daar natuurlijk een beetje bang voor. Dus die zullen alles doen om onze creativiteit, het is het hoogste goed wat wij hebben, creëren, om dat een beetje te beperken. Ja. Maar we hadden het over die platte aarde. En ja, een heel mooi voorbeeld zijn bijvoorbeeld noodlandingen. Als jij een vlucht hebt van Bali naar Los Angeles en onderweg baart een vrouw een kind, dan moet je een noodlanding maken in Alaska. Nee, ik heb het allemaal bewezen. Dat is allemaal uitgebreid gedocumenteerd. Ik geef maar één voorbeeld. Maar dan denk je, ja, hallo, hier ligt Bali. Daar ligt Los Angeles. En hier ligt Alaska, helemaal in het noorden. Waarom moet ik hier een bocht maken, helemaal naar boven vliegen, om in Alaska te landen? Nou ja, op een ronde bol kun je daar geen verklaring voor geven waarom dat is. Het was misschien nog sneller geweest als je door had gevlogen naar Los Angeles. Echter, op een platte kaart zie je dat hier Bali ligt, hier ligt Alaska en hier ligt Lax, Los Angeles, het airport. Dan denk je, ja, als ik dit zie, dan is het zo logisch als wat. Dat je hier landt, want het is een rechte lijn. Je vliegt precies over Alaska. En je merkt ook op dat alle vluchten, bijvoorbeeld van Australië naar Zuid-Amerika of Zuid-Amerika naar Afrika, gaan altijd door het noordelijk halfrond. Als je in het puntje van Zuid-Afrika bent en je moet naar het puntje van Zuid-Amerika, gek genoeg moet je altijd via Londen of Madrid, of je moet eerst helemaal naar het noordelijke halfrond om vervolgens weer helemaal naar beneden te vliegen. Dan denk je, wat is dat raar? Nou ja, het is niet raar, want op een platte aarde heb je geen sluiproutes. Je kunt niet binnendoor, is altijd over het, wat wij noemen, het noordelijke halfrond. Je vliegt altijd via het midden. Nou ja, dat is eigenlijk de uitleg daarvan. Er was toen in Brazilië een keer het wereldkampioenschap voetbal. En die Australiërs, die vonden het bezopen eigenlijk. Op de terugweg waren ze dat zelf ook wel. Maar dat ze dan van Australië moesten ze eerst naar Los Angeles. Dan moesten ze naar Dallas. En van Dallas vlogen ze naar Rio. En ik denk, wat is dat nou voor een rare vlucht? Ja, je bent 24 uur onderweg voor een compleet krankjoren route. Nou ja, op een platte kaart zie je onmiddellijk wat er gebeurt. Dat er niks anders logisch is dan die route te volgen. Op een bolle kaart kom je er niet uit. Als je een bol hebt en je zegt, jongens, we moeten van Australië naar Brazilië. Ja, dan maak je gewoon een lijn, zeg maar, op het zuidelijke halfrond. En denk je, nou, dat is hem. Maar dat gaat dus niet. Dus ook noodlandingen. Er zijn wel hele mooie video's over hoe dat... Nou ja, dan heb je nog de draaiing van de aarde. He, dus ik geef altijd een mooi voorbeeld. Stel je hebt een vrije dag en je hebt een vliegtuig tot je beschikking. Stel dat je het idee hebt dat je over de aardbol wil vliegen van de ene kant naar de andere kant. Kan, hè? Dus je zegt van, nou jongens, we hebben niks te doen. Dus we gaan hier starten, we gaan over de bol heen vliegen. En dan zijn we op de Noordpool en dan gaan we zo weer, niet echt hè, dat kan niet, maar en weer zo naar beneden. Goed, u vertrekt. Na 8 uur ben je op een gegeven moment bovenaan. En dan zegt de co-piloot van, ja, chef, ik wil niet veel zeggen, maar als we zo doorvliegen, ondertussen is namelijk de aarde aan het draaien beneden jou. Dus je komt, na 8 uur kom je bovenaan en je merkt dat de aarde 1/3 al hier zit, daar waar je naartoe wil. Dus je moet eigenlijk boven op de Noordpool helemaal naar links keren en je moet als het ware naar beneden gaan vliegen om op dit punt uit te komen. Ondertussen, als je hier bent, is de aarde weer 8. Is eigenlijk 24 gedeeld door 3 is dan 8. Hè? Dan is je alweer 1/3 verder. Dus dan denk je, ja, wacht even, nu moeten we weer. Dus je kunt eigenlijk nooit, in theorie, wel op een platte aarde is natuurlijk geen probleem, maar je kunt natuurlijk nooit op die manier over de Noordpool vliegen, want als de aarde draait met 1666 kilometer per uur, niet echt natuurlijk, hè, dat is de snelheid van de aarde op de evenaar. En hoe komen ze daarbij? Ze vertellen ons, ook dat is niet waar, maar dat de aarde een omtrek heeft van 40.000 kilometer. Trouwens, het maakt niet uit hoe je meet, want of je nou een meetlint van het noorden naar zuid legt, of dwars, of zo, je komt elke keer weer op dezelfde hoeveelheid uit, hè? Want een bol is een bol tenslotte. Nou, maar goed, dus op de evenaar zou dan 40.000 gedeeld door 24 uur, dat de zon weer op dezelfde plek is. Nou ja, 40.000 gedeeld door 24 is precies die 1666 kilometer per uur dat de aarde dan zou moeten draaien. Nou ja, in de praktijk is dat natuurlijk helemaal niet zo. De aarde, die beweegt niet. Die shall not be moved. Die ligt stil. De zon en de maan draaien over het plateau heen. En in de Bijbel kun je dat ook
Dat is ook zo raar. Iemand die gelooft, hè, die gereformeerd is of christen is, die kan niet tegelijk geloven in een bol. Het staat notabene in Genesis 1, hè, hoe de aarde is gecreëerd. Dat de aarde op de dag 1 en op de derde of op de vierde dag wordt pas de zon en de maan gecreëerd. Waar is dan die aarde omheen gevlogen, hè, die eerste paar dagen? Als dat waar zou zijn. Ook de Bijbel laat op heel veel, 26 in totaal, plekken in de Bijbel staat dat de aarde firm, steady, shall not be moved. En dat de zon en de maan er overheen gaan. En op een gegeven moment staat zelfs een zin van, en de zon staat stil. En de zon die kwam tot een hold. Ja, dan had je beter kunnen zeggen, de aarde komt tot stilstand, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat zou een ravage veroorzaken. Maar goed, dus nou ja, ik ben al hoe lang met dat thema bezig? Vanaf 2015, dus inmiddels al 7 jaar. En wat ik hier kan ik maar kort vertellen, een beetje hoe dat zit. Maar noodlandingen, water, eb en vloed bijvoorbeeld. Hè. Waarom zit hier aan zoet water? Waarom heeft zoet water geen eb en vloed? Waarom hebben alleen zeeën en oceanen vloed? Dat heeft te maken met het zout in het water. Als je geen zout in het water hebt, heb je ook geen eb en vloed. Maar de maan veroorzaakt dat niet. Het is een kletskoekverhaal, hè, dat de maan zogenaamd de eb en vloed veroorzaakt. Dat hebben we wel geleerd, maar dat is natuurlijk niet waar. Het is een heel ander systeem wat er aan de hand is. Zout water vermijdt een elektromagnetisch veld. En de doom die erboven zit, die staat in contact, zeg maar, met de spoel. En die draait. De doom draait langzaam. Dat is de reden waarom wij de sterren allemaal met dezelfde snelheid voorbij zien komen. Als je in de trein zit en je kijkt naar buiten, dan is een boom die vlakbij staat, zoef, die is zo voorbij. Maar een boerderij in de verte, daar kun je lang naar kijken. Als jij naar boven kijkt, naar de sterren, sommige staan wat dichterbij en sommige staan heel ver. Dat zou betekenen dat als de aarde draait, sommige sterren die moeten dan sneller gaan dan de anderen. Maar welke tijdopname je ook maakt, je zult altijd zien dat alle sterren met dezelfde snelheid voorbij schieten. En dan denk je, ja, Dat houdt alleen maar in dat ze allemaal op dezelfde afstand staan. Anders zou dat niet kunnen. Nou ja, we hoeven niet daarover te discussiëren. Tesla had al lang aangegeven dat de stars are attached to the firmament. Oftewel, de sterren zitten vast aan het firmament. En dat firmament dat draait. Dat firmament dat draait. En daar krijgen we ook de energie van. De energie van de ether. Die Tataren weer naar beneden wisten te halen. En dat firmament is eigenlijk die koepel die door de Anunnaki geplaatst is. Je mag dat een koepel noemen, ja. Dat is, ja, nee, je moet pas toen de koepel klaar was, staat letterlijk in de informatie, toen konden de mensen pas naar binnen. Als jij een aquarium klaar hebt, met alles erop en eraan, dan doe je de vissen erin. Nou, zo was dat hier ook. Dus de koepel moest eerst klaar zijn. De elektromagnetische doom. Het is een soort veld van, ja, noem het eigenlijk energie, waar je niet doorheen kan. Wij kunnen hier niet uit. En NASA weet dat. Werner von Braun die wist dat. Staat notabene op zijn grafsteen. Ja, dat de Heer heeft het firmament uiteindelijk gecreëerd. En dat is de bekroning van zijn handwerk. Zo noemt hij dat. Hè, de bekroning van zijn handwerk. Met andere woorden, alles wat in 3D zit, dat kan hier niet uit. Dus maanlandingen en alles wat ze met Mars en andere. Mars is een eiland bij Canada. Dat noemen ze Mars. Ik zag het van de week, zag ik een foto voorbij komen. Bij Devon Island hebben ze dat gedaan. Maar dus ja. Maar dus die koepel, die staat hier dus bovenop, zeg jij. En die is niet overal even hoog. Die is niet overal even hoog, ook goed om te weten. En die draait en daar zit eigenlijk wat wij sterren noemen, dat zit daar opgeplakt. En dat draait dus, die koepel draait dus eigenlijk om ons heen. Die draait gewoon boven het plateau. Die draait boven het plateau. En die genereert de energie, net als een gewone dynamo op een fiets. En boven de koepel zit weer water. Of niet? Nou, we kunnen er niet doorheen. Als we de Bijbel volgen, dan werd het water gescheiden van het water. Divide the waters from the waters. En dat betekent dus dat er boven, daar moet dus ook water zitten. Het kan best zijn dat wij in totaliteit onder water zitten. Een soort Atlantis eigenlijk. Por ejemplo. Ja. Maar goed, daar kunnen wij niet fotograferen, want ja, we hebben niet... Nee. We hebben niet de middelen om dat, zeg maar, te doen. Maar. Nee, dus, maar dan daarvan uitgaande dat het zo is, dan zeg jij dus ook, het is onmogelijk voor een raket om daar doorheen te gaan. Nee, dat kan niet. Nee, die stort allemaal bij Jacksonville in Florida, dat stort ze allemaal in de zee. Daarom mag je daar in die Bermuda-driehoek niet duiken. Omdat daar de raketten in neerstorten. Ja, die liggen er allemaal op de zeebodem. Ja, joh. Die mensen zeggen dat zelf. Als die raketten gelanceerd worden,
Jacksonville, dat is in het noorden van Florida, dan zien ze die dingen gewoon overschieten, hup, en dan doppen ze zo de zee in. Ah, er zitten nooit astronauten in, het is niet waar. Het is zo'n hoax wat ze ons... Maar ja, $62 miljoen per dag, dat is een hoop geld, dat laat je niet zomaar schieten. Dat krijgt NASA, bedoel. Dat krijgt NASA, $62 miljoen per dag. En dat is om sprookjes te continueren voor de mensen. Ze gaan nu niet meer zeggen, jongens, sorry, het is anders. Wij kunnen niet hieruit, astronauten gaat dat niet voor het plezier bovenop op raketvloeistof zitten in de hoop dat het goed gaat. En dat gaan ze niet doen. Dus kijk naar die Challenger die toen ontploft is, zogenaamd in de lucht. Na een paar maanden duiken die mensen ineens weer op. Het zijn tweelingbroers, het zijn tweelingzussen en die leven gewoon verder. En die krijgen weer normale banen. Ze zijn natuurlijk nooit omgekomen daarboven. Er zit niks in die raketten. Er zitten geen astronauten voor hun plezier daarbovenin, maar hopen dat het goed gaat. Dat kan niet. En bovendien, NASA weet, wij komen hier niet uit. Met Operation Fishbowl hebben ze geprobeerd de gaten in te schieten daarbovenin. Nou ja, wat een onzin. Was dat niet Clinton die dat... Ik weet niet of dat Clinton was, maar... Hillary. Er was een drang... Ja, die deugt ook niet, maar die heeft wel eens aangegeven over de glass ceiling. Oh, dat was het. Aren't we all under a glass ceiling, zei ze. Mm. En de Simpsons, die hadden dan zo'n beest met zo'n bal, en die dan boven tegen het dak aankwam. Er kwam een scheur in en toen kwam er water naar beneden. Ik weet niet of je dat nog weet, maar er kwam dus een crack in het firmament. Maar ja, het kan ook ijskoud stikstof zijn, hè? Wat daar zit. Het is geen glaslaag, want op de Earth Conference, toen wij hadden in Egmond aan Zee, daar waren dus mensen die waren bezig met de raketten, maar die zeiden ook van als het de raket erin boort, dan hoor je een soort blub, 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 blub. Het is niet kets en dan vallen, het is echt een soort materie waar je zo'n soort dikke plasma, pasta leek het wel. Nou, daar leek het wel van gemaakt, ja. Ik heb wel eens filmpjes gezien dat je er zo eentje zo'n raket naar boven ziet schieten en daar hem echt zo ziet afketsen en dan zo verder langs zo'n doomachtig iets. Ja, met een heel spoor achterlatend. Ja, dat klopt. Ja, we kunnen hier echt niet uit. En alleen dat gaan ze je niet zeggen, want hoeveel moeite hebben ze wel niet gedaan om dat budget uiteindelijk te krijgen. Stel, de hele serie Star Trek is door de Ierse Hoddenberry, een vrijmetselaar, is dat ontwikkeld. Om de Amerikanen een beetje ruimte-minded te maken. Maar het is Efteling voor de volwassenen. Alles wat NASA brengt is Efteling voor de volwassenen, ja. Tegen een rato van 62 miljoen. En de ESA net zo. En de Japanners die doen het nog gekker. En China, er komt hier niks uit. De mens zit in quarantaine. En maar goed ook, want we zijn nog lang niet zuiver genoeg. We zouden nog grote rotzooi schoppen overal op het moment dat het dak er letterlijk afgaat. Maar dus daar moeten we tevreden mee hebben dat we nog niet klaar zijn, zeg maar, om in een soort etherische vorm verder te gaan dan dit. We zitten opgesloten in een 3D, gevangenis, noem het dan zo. Maar dat is dan eigenlijk wat je dan zou noemen de 3 naar 5D ascensie, zeg maar. Of zeg maar dat je, wat jij zegt, dus we zitten nu hier in deze dome in een soort quarantaine, totdat we allemaal bewust genoeg worden eigenlijk. Ja. Dat we daarna eigenlijk naar die soort van utopische staat toe kunnen, waarin iedereen, waarin we elkaar niet allemaal niet meer om de haren vliegen zoals we nu aan het doen zijn. Dat lijkt me een prettig. Maar we gaan terug naar waar we ooit uit voortgekomen zijn. Kijk, als wij uit één groot vuur ontstaan, en je ziet wel eens dat hout dan knapt of dat er iets naar me instort, dan zijn we allemaal vonkjes. Nou, die vonkjes, dat zijn wij. En wij komen hier neer en op een gegeven moment dooft dat uit. En uiteindelijk is de bedoeling dat we eigenlijk weer het licht gaan pakken en weer teruggaan. Maar ja, zolang wij blijven wentelen in leugens en ook de leugens accepteren wat de machthebbers, zeg maar, op ons loslaten, ja, dan beginnen wij niet goed te zien wie wij zijn, waar wij vandaan komen en vooral ook waar wij naartoe willen. Want wij hebben daar te weinig begrip. We weten niet eens wat 150, 200 jaar geleden gebeurd is, in de tijd van het vernielen van Tartarië. Mm. Zelfs dat zijn we al kwijt. Dus laat staan de vraagstukken over waar leef ik eigenlijk? En hoe is dit ontstaan? Ja, uit een Big Bang. Ja, van die 33 graad vrijmetselaar Georges Lemaître, die daarmee kwam. Hij was de astronoom van het Vaticaan. Hij was een jezuïet ook nog. Mm. Nou, wat hebben die allemaal wel niet aangericht, zeg maar. Mm. Het zijn dwaalsporen, continu dwaalsporen.
En over die leugens, als we toch even een paar leugens hebben. Maar we zijn dus niet op de maan geweest, want dat kan niet, want dan kunnen we er niet uit. En we zijn dus ook niet op Mars geweest. In ieder geval, Musk heeft dus niks naar Mars gestuurd. Ja. Maar dat is dan altijd natuurlijk een... Dus al die astronauten die geclaimd hebben, claimen dat ze daar weg zijn geweest, waaronder die Nederlander, hoe heet die, Kuipers? Ja, Kuipers, ja. Dat is dus gelul. Hij spreekt niet de waarheid. Nee. Hij spreekt niet de waarheid en daarvoor worden ze goed betaald. Net als dat piloten eigenlijk niet spreken over, ik stijg op in Amsterdam en ik heb een rechtervlucht naar Rome. Dus ik ga zo omhoog, ik ga rechtervlucht en gaan we naar beneden. Nooit een correctie is nodig voor de bol. Alleen daar spreek je niet over. Want op het moment dat je er wel over spreekt, dan loop je risico dat je niet meer mag vliegen. En ja, dat gebeurt. Hmm. Dus, maar er zijn mensen, er zijn instanties die het bewust niet zo goed met de mensen voor hebben. En die hebben het maar het liefst dat wij zo min mogelijk beginnen door te krijgen hoe het allemaal werkt. Want als ze dat wel doorkrijgen, daarom mag je ook geen drugs gebruiken. Want je zal erachter komen hoe het allemaal in elkaar zit. Je zal maar eens de energievelden gaan zien die achter de planten, en ook de mensen trouwens, en de dieren zitten. Nee, dat willen ze liever niet. Blijf maar geloven dat jij in een beperkte, fysieke, materiële wereld leeft. En hecht daar je waarden aan. Hoe meer jij waarde hecht aan materiële dingen, nou ja, dan kun je dat etherische en spirituele wel vergeten, want jij denkt dat de materie alles is. Hmm. Dat is een beetje het probleem. Dus dat je moet dat loslaten, je moet dat niet meer hebben. En dan gaat er heel veel nieuwe dingen gaan eigenlijk open. Kijk, en overtuigen, ja, ik bedoel, ik hou mijn platte aarde presentaties. Overtuigen kun je toch alleen jezelf. Ik probeer de mensen wat dichter bij de waarheid te brengen. En vervolgens moet je zelf een beetje op onderzoek uitgaan en zelf de conclusie trekken van ja, ik sta hier in Lelystad, ik kijk naar Enkhuizen, ik kan een laserstraal overschieten over een afstand van 25 kilometer. Hoe is dat mogelijk op een bol? Er zijn fotografen die hebben als hobby long distance photography. En die hebben een hobby wie het verste kan. Nou, hun record is 443 kilometer van Pic Gaspard naar Pic de Finestrelle in de Franse Alpen. Die kunnen over een afstand van de ene topberg, top van de berg naar de andere, een foto maken 443 kilometer. Ze weten niet, ze weten wel wat zij aan het doen zijn, namelijk foto's maken. Maar ze bewijzen daarmee dat de aarde helemaal geen bol kan zijn. Want als dat een bol zou zijn, dan zou dit helemaal niet zichtbaar zijn over die afstand. Immers, het zit na de horizon. En je kunt het niet zien. Maar goed, het feit dat ze die foto kunnen maken, ja, dat duidt erop van de aarde is zo plat als wat. Hmm. Hoe zit dat eigenlijk met piloten? Die zouden dan toch eigenlijk ook moeten... Nou ja, we hebben een mooi voorbeeld in Nederland van een piloot die aangeeft dat die tegen haar baas zegt van, joh, mijn instrumenten tonen aan, ik vlieg over een plat vlak. Nou ja, daarmee had ze ook meteen de laatste vlucht gemaakt, want ja, dat kan niet. Pas als je gepensioneerd bent, zeg maar, dan wil een piloot dan nog wel eens zeggen van, joh, het klopt inderdaad niet. Want als jij van Amsterdam naar New York vliegt, zeg maar, dat doe je ongeveer 6 uur en een kwartier over. Dan land je weer in New York. Zonder je neus te dippen. Want bij een vlucht van 800 kilometer per uur moet je 845 meter per minuut dippen. Anders vlaat je de bol achter je. Dan vlieg je zo de ruimte in. Nou, dat kan het niet. Maar als je teruggaat, dan doe je er ook 6 uur en een kwartier over. Kijk, en dat kan niet, want als de aarde draait, dus als je hier opstijgt, dan komt New York als het ware naar je toe. Maar in de praktijk is dat niet zo. En als je in New York opstijgt en de aarde zou bij je wegdraaien met 1100 kilometer per uur, en jij vliegt er met 800 kilometer per uur achteraan in die Boeing, de aarde gaat dus steeds verder bij jou vandaan. De plek waar je wilt landen, Amsterdam, gaat steeds verder bij jou weg. Namelijk met een verschil van 300 kilometer per uur. Dus eigenlijk kom je nooit aan. Je kunt beter de andere kant op vliegen. Dan komt de aarde weer op een gegeven moment naar je toe. Als ik hier in Almere een helikopter ga zitten en ik ga stijgen, dan wacht ik een uurtje totdat Londen voorbij komt en dan ga ik weer dalen. Dan ben ik in Londen. Mm. Dan zeg je, ja, Frans, dat werkt zo niet. Nee, precies, dat werkt ook niet zo. Dus de aarde die draait ook helemaal niet. Dus piloten weten het wel, want ze krijgen hun oefeningen ook over een platte aarde. Zelfs bij NASA, er wordt altijd geoefend met een flat earth model. Zo moet je leren vliegen. Maar ja, er wordt nooit gezegd van, joh, pas op, bij iedere minuut moet je wel even bijna een kilometer naar beneden. Want anders dan zit je op een gegeven moment 50 kilometer te hoog. En dan heb je geen lucht meer en dan dondert de boel naar beneden. Mm. Ja, maar dat wordt niet opgeoefend. Dus piloten weten het wel, maar
Ja, nou, we hebben het er maar niet over. Een grote leugen is het eigenlijk voor ja, eigenlijk door die hele industrie. En er zitten belangen achter, hè. Nogmaals, je gaat niet je baan op het spel zetten en zeggen, joh, ik heb zo lang gestudeerd als piloot en nu ga ik even aan iedereen zeggen dat de aarde plat is. Maar na hun pensionering, dan willen ze nog wel eens de mond open doen. Ze zeggen, joh, het klopt niet. En hoe zit het dan met zoiets als Mars of andere planeten? Nee. Ja, dit is wat lastig. Op het moment dat je... Kijk, ons bewustzijn, die formeert in fysicaliteit, in materie, datgene wat we zien aan energie. Dat geldt ook voor deze plant. Dat geldt voor de hele, eigenlijk voor de hele buitenwereld. Dus op het moment dat wij gaan turen, zogenaamd naar boven, wie vertelt ons niet dat we naar een soort LCD-screen aan het kijken zijn? Wie zegt niet dat al die planeten gewoon energievelden zijn die wij kunnen vastleggen op een, nou ja, in een telescoop of op een camera? Dus ik geloof zeker niet in dat je op Mars kunt lopen en sowieso niet. Want mensen zijn gekoppeld aan de Schumann-resonantie op aarde van 7.83. U kunt dat niet verlaten. Je kan niet met jouw Schumann-resonantie, die afgestemd is op dit ritme, kun je niet zomaar op een andere planeet gaan staan en zeggen, nou, hier ben ik. De Schumann-resonantie is een frequentie van de aarde, toch? De aarde heeft een soort hartslag, een soort basisritme, waar de natuur, en als het goed is ook de mensen, op afgestemd zijn. De natuur is er volledig op afgestemd, de mensen niet. Die doet wel eens wat andere dingen, zeg maar, dat je daar buiten zit. En als je daar buiten zit, dan word je wat minder prettig, wat vaker moe, een beetje stress, problemen, ziek, dat soort dingen. Dus je kan het beste maar met het ritme van de aarde in harmonie zijn. Maar zo zou ieder ander oord, en zeker een planeet, planeet betekent eigenlijk een zwevende ster, zeg maar, die heeft zijn eigen ritme. Dus een mens zou daar niet op kunnen zijn. Dat gaat niet, want dat strookt niet met elkaar. Wij zijn een product van de aarde en we horen hier ook bij de aarde. Je moet het risico ook niet willen nemen. Maar je zou hem ook niet eens kunnen zien. Je zou het niet eens kunnen waarnemen, zeg maar. Want net als met frequenties bij mensen, op de stemvorken. Als ik hier bijvoorbeeld 10 stemvorken heb en ik pak er een uit en ik geef hem een tik, dan blijven die andere 10 allemaal stil, behalve de ene die dezelfde formaat heeft, die dezelfde frequentie heeft. Dus alles wat trilt in ons veld, dat nemen wij waar. En wat buiten ons veld trilt, dat kunnen wij niet eens zien met onze ogen. Wij zien alleen maar tussen 280 nanometer en 720 nanometer. Wat zich binnen dat veldje afspeelt, dat kunnen wij waarnemen. Alles wat eronder zit, alles wat erboven zit, geen notie van. Er kunnen hier buitenaards in de ruimte zitten, die kunnen we niet zien. Want als die buiten die frequentie zich bewegen, ja, dan En maar wat zijn buitenaardse volgens jou? Dan zijn dat wel mensen die niet hier op aarde... Nee, dat zijn meerlanders. Extraterrestrial, extra betekent meer. En terrestrial is eigenlijk terra, dat betekent land. Dus een etier, wat ik uitleg, dat zijn eigenlijk meerlanders. Die komen van aarden en oorden buiten ons plateau. Wij zijn niet alleen. En de aarde is ook niet van ons. Laat ik dat zo zeggen. Maar er zijn meerdere levensvormen die in de omgeving van de aarde vertoeven. Maar we moeten niet zien dat dat allemaal rare wezens zijn van verre oorden en planeten. Zo is dat niet. Het blijft een plateau. Dus het is voor mijn beeldvorming, je hebt eigenlijk het stuk waar wij wonen is dan het midden. Ja. Nou, dat hoeft nog niet eens. Want waarom zou dat het midden moeten zijn? Dan weet ik niet dat ging gemakshalve. Als je een tafel neemt, dan zou dit bijvoorbeeld, hier zou de aarde kunnen zijn. En daar heb je dan andere aarden en oorden. En wij kunnen niet naar buiten, want dat is verboden. En wij mogen niet naar de Antarctica. We worden uit de lucht geschoten of uit het water gehaald, of dat mag niet. Maar waarom zouden andere levensvormen niet naar ons plateau kunnen komen? Dus eigenlijk stel je voor, dat is ook wel een interessant onderwerp, Antarctica. Want het heeft me altijd verbaasd over hoe je inderdaad, dat gewoon Antarctica is gewoon zo'n afgesproken ding met alle landen. En wij mogen er niet komen. Ja. Dat is toch ook iets super, super bizars. Allemaal onder de smoes, zeg maar. Dat we voor het behoud van de natuur, geloof ik, of zo zelfs. Ik weet het niet. Het gaat erom precies. Dat ze niet willen dat wij de penguins gaan barbecuen. Okay. Dus dat is de reden waardoor 58 landen zich verenigd hebben in de Antarctic Treaty. De overeenkomst dat gewone mensen niks te zoeken hebben op Antarctica. Nou ja, dan ga je geen gekke dingen doen. Bovendien, je kunt daar weinig vernielen. Het is alleen maar ijs. En daarna wordt het interessant. Want na de ijs... muur. Er zijn ook poorten onder, hè?
Die laat ik ook zien. Er zijn ook tunnels onder het ijs. Maar daarna ontstaan leefbare velden, wat Admiral Byrd in 1947 ook al aangaf. There are countries to discover bigger as North America. Er zijn nog grotere landen om te ontdekken. Dus hij is vrij snel toen uit zijn functie gezet. Nou ja, iemand die in talkshows gaat roepen dat er nog meer land is buiten de Antarctische ring, dat is wel een beetje link. Ja, dat strookt niet helemaal met het bolverhaal van NASA. Nee. Dus dat zou nog wel een mooie actie zijn om met heel veel mensen tegelijk naar Antarctica te gaan. Of je nou vanuit Zuid-Amerika start of Afrika, dat maakt niet uit. En tegelijk kijken van wat zit daar achter? Mm-hmm. En er zijn natuurlijk al diverse pogingen gedaan, maar ja, dat meestal mislukt dat. Ja, want je mag gewoon worden neergeschoten als je er komt. Ja, behoorlijk ook. Ja. Je krijgt een waarschuwing. Als je die doet, dan word je uit de lucht gehaald. Ja, of inderdaad uit de zee. Ja, bizar is dat. Ja. Maar en dus eigenlijk zouden dan volgens de theorie, heb je dus de Antarctica, heb je dus de ijsmuur eigenlijk die om ons heen zit. En daarachter heb je nog ander leven. Komt het op neer. Andere aarden en oorden met eigen levensvormen. Ja. Ja. En die. En dat zou je buitenaardse kunnen noemen. Ja. Letterlijk een buiten de aarde. Ja. Mm-hmm. En want dat is wel wat ik me vaak afvraag met die theorie van de platte aarde. Want met de astrologie en zo erbij genomen, al die voorspellingen die worden gedaan aan de hand van de sterren en zo. Hoe kan dat nog steeds samen bestaan dan? Kijk, u kunt vanaf de platte aarde kun je gewoon kijken naar de sterrenhemel. En je kunt daarin bewegingen zien. Maar als jij trouwens plat op de aarde gaat liggen en je houdt jarenlang de bewegingen van de planeten bij, dan wordt het een soort spirograaf. Het wordt een beweging dat alles cirkelt. Alles cirkelt in het universum, alles, wij ook. Alles zit in cycli en cirkels. En hoeken bestaan niet. Dus, en dat komt dus allemaal terug. En net of het een totaal elektromagnetisch veld is wat voor ons gecreëerd is, met een zon en een maan en een sterren. Voor oriëntatie is dat. De maan is bedoeld als een tijdsinstrument. En dat is toen vervangen door die Gregoriaanse kalender. En toen moest ineens de zon, Helios, die moest centraal staan. Nou, de zon is er helemaal niet voor bedoeld. De zon is bedoeld voor daglicht, voor het scheiding van dag en nacht. Maar de maan, dat is de enige correcte kalenderindicator, zeg maar. Maar dat is allemaal gecreëerd en allemaal gemaakt. Ja, Frans, want wat ik me dan wel altijd afvraag, hè, want en dan zit ik zo, want ik zei het net al toen we voordat we het gingen draaien, zei ik het al even tegen je. Voor mij is het zo, weet je, volgens mij bijna alles wat ons verteld wordt, of in ieder geval zo prominent vanaf kleins af aan tot aan dat we groot worden aanwezig is, waar wij ons fundament op gebouwd is eigenlijk, heb ik tot nu toe ben ik achtergekomen dat het eigenlijk altijd een leugen is. En nu vind ik dat ronde, zeg maar, die globe die altijd in elk klaslokaal staat. En het is het eerste ongeveer wat je geleerd wordt. Aarde is rond, aarde rond, aarde is rond. Dus voor mij is het dan ook gelijk aannemelijk om te denken, oké, daar zit op zijn minst iets achter wat dan die andere vormen ook mogen zijn. Maar je legt nu net allemaal uit over de platte aarde en zo. En ik denk dat je daar kan je nog wel lang over doorgaan ook. Maar wat is de functie? Waarom willen zij voor ons die waarheid weghouden? Ja, dat is een mooie vraag. Kijk, de mens krijgt net zoveel informatie als dat hij nodig heeft om te kunnen functioneren binnen dat systeem. Waarom zou je de mensen nog meer leren? Dus dat gaan ze dan niet doen. Zolang jij als slaaf binnen de matrix zou kunnen functioneren, weten ze gewoon, nou, dit is de hoeveelheid informatie die hij eigenlijk nodig heeft. Het belangrijkste wat ze eigenlijk willen is dat ze ons weghouden van de creator. Degene die dit plateau, ja, je hebt een architect nodig, hè, als je een huis wil bouwen, maar ook een bouwer. Dus de bouwers kun je misschien wel zien als de Anunnaki. Maar je hebt er is een intelligentie die dit heeft gecreëerd. En dat wil men dus niet. Want op het moment dat jij doorhebt dat jij op een plateau woont, dan is dus alles wat wij zien aan het water, de dieren, de bomen, de mensen, de planten, is allemaal gecreëerd voor ons. En wat zij nu aan ons vertellen is dat wij eigenlijk een toevalsfactor zijn. Dus uit een Big Bang ontstaat op een gegeven moment een zonnestelsel. En dan ontstaan planeten. Wij zitten dan op een van die planeten omdat er toevallig water is. En dat is weer nodig voor leven. Okay. En wij, wat ze dus zeggen is dat wij een soort toevalsfactor zijn. En bovendien zijn we nog slecht voor de planeet, want wij bederven het milieu. Dat is wat ze ons vertellen. Dus we krijgen het gevoel van nietigheid. Mm. Van wij doen er niet toe. Jouw leven doet er niet toe. Maar op het moment dat je weet van, hé, het is allemaal anders. Hè, alles is eigenlijk voor mij gemaakt. En ik mag hier mijn aardse werkzaamheden doen. Hè, ik mag mijn
liefde en service aan anderen proberen te geven en mij te ontwikkelen, nieuwe dingen leren en wijsheid ontwikkelen, dan wordt het een heel ander gevoel. Dus dat is eigenlijk de hoofdreden. Dus niet de mensen laten weten dat dit met een creatieve bedoeling is geweest. En als wij kleine deeltjes zijn, als jij een magneet hebt, hè, en je slaat die in 1000 stukjes, elk stukje heeft dezelfde eigenschappen als de basismagneet. Op het moment dat wij uit het vuur komen, het vuur van goddelijke energie, zeg maar, en liefde, alles wat er zit, dan hebben wij dat allemaal in ons. Alleen, doordat ze ons allemaal zo aan het afscheiden zijn, dus scheiding in geloof, scheiding in opleiding, scheiding in inkomen, scheiding in ras, in land, in scheiding, worden we steeds individualistischer. En met de hoop voor de machthebbers dat wij ons niet meer zullen verbinden, ongeacht afkomst, ras of cultuur of taal of dat soort dingen. Dus ja, hoe meer je de mensen verdeelt, hoe meer ze dus niet tot verbinding kunnen geraken, zeg maar, hoe liever men dat heeft. En verkeerde informatie is vanaf het begin, al vanaf de Sumerische tijd, zeg maar, 3800 jaar geleden, is dat allemaal al een beetje gekomen. Toen zijn er al verwarde patronen ingebracht in natuurkunde, in biologie, in allerlei vakken, maar ook in the very place waar wij wonen, namelijk de aarde. Vanaf die Sumerische de kleitabletten, zeg je eigenlijk? Nou, de Sumerische tijd. Oh, okay. De tijd waarin kleitabletten werden dan opgebeiteld, zeg maar. Dat is ook iets wat door die eeuwen heen kan bestaan. Als we nu iets op een floppy zetten, dat kunnen ze over 300 jaar niet meer lezen. Nee. Dus dat was wel de beste manier. Maar eigenlijk is het een klein groepje machthebbers die... De mensheid zit achter een deur en dan gaat er een klein luikje open, dan wordt er weer wat naar buiten gegooid waarmee we mogen stoeien. En dan gaat het deurtje weer dicht. Maar dat is lang niet de volledige informatie. We zouden moeten inbreken in het bibliotheek onder het Vaticaan en kijken wat daar allemaal ligt aan werkelijke informatie voor de mensheid. We weten zelfs niet eens dat nu, hè, dat pak een beetje zo'n 150 jaar geleden, de sluis is opgeblazen bij Gibraltar. De hele Middellandse Zee was afgesloten van de Atlantische Oceaan. Daar zat een sluis tussen. Dat werd allemaal gecontroleerd. Maar er is een tunnel onder gegraven en dat is allemaal met explosies is dat tot vernieling gebracht, zeg maar. Dat weten wij niet eens, want dat leren we niet. We hebben maar anderhalve generatie nodig en mensen weten niet meer wat er gebeurd is. De oude mensen sterven, hè, en de jongeren, de kinderen, die leer je totaal iets anders. Nou, daarna weten we het niet meer. En na 80, 100 jaar, we weten niet meer wat er gebeurd is. Nee. Dus dat gaat heel snel. En hoe meer dwaalsporen je uitzet voor de mensen, hoe minder ze weten waar kom ik vandaan, wie ben ik, hè, wat is de bedoeling, wat ik hier ga doen. Hoe meer je van dat soort leugens hebt, ja, dan raken de mensen gewoon vanzelf zoek. Zie je Elon Musk ook zo dan? Ja, dat is een acteur. Als afleiding. In 1971 geboren in Pretoria, Elon Musk. Het is een acteur. Hij heeft niet eens de brein om te doen wat hij zegt. Het is iemand die speelt zijn rol, zeg maar. En net als die Branson, en die denkt dat wij mensen in de space, in de ruimte gaan brengen. Iedereen die toen $25.000 betaald heeft, die moet nog steeds. Het zijn allemaal leugens, maar als mensen erin trappen, dat dan prima. Net als die auto die toen in space, met die rubberbanden. Ja, dat was in 1969 zo. En toen keken we allemaal naar tv, dan zagen we die Neil Armstrong. En nu is het nog steeds zo. Weer een andere generatie die denkt dat allemaal klopt. En dat je een auto met rubberbanden zonder achteruitkijkspiegel. Die hadden ze heel verstandig weggesloopt. Want dan zou je de camera's kunnen zien die erachter hingen. Het is, afleiding. Behoorlijk, ja. 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 En als we dan, als we nog thema's over platte aarde missen, gooi je ze er gewoon doorheen, hoor. Maar ik ben ook al heel erg benieuwd van hoe, om het sprongetje te maken naar Tartaria eigenlijk. Want dat is dan ook eigenlijk iets wat compleet van ons weggehouden is. Nou, dit sprongetje is eigenlijk maar heel klein. Want die Tartaren werkten met een platte aarde model. Hun kalenders, de Grugolet, weten dat, die werkten allemaal met een model van de platte aarde. Zij wisten, en daarom staat het ook afgebeeld in die kathedraal van Chartres, dat er een spoel, een soort genererende energiespoel op 30 kilometer in de aarde zit, met een doom aan de bovenkant eroverheen. Dus al die kathedralen, die tempels, die moskeeën, die kerken, waarvan wij denken dat het een religieuze functie heeft, dat was allemaal gebaseerd op dat model.
Want zo groot, zo klein. Ze kopieerden gewoon hoe de energie op het grote aardse veld werd opgewerkt. Dus men deed dat gewoon. Dus, en Tartare, dat is een bijzonder verhaal. Ik kwam erachter door, een jaar of drie geleden, door de moddervloed. Je zag filmpjes over de mudvloed. Waarbij je huizen half in de grond zag staan. En nou ja, ik zie het zelfs in Amsterdam. In de zomer woon ik altijd in Amsterdam. Maar als ik mijn huis binnen wil, dan moet ik kiezen. Als ik voorsta, moet ik een trapje omhoog. Dan kom ik op de eerste etage binnen. Of ik moet via het souterrain, onder het Rijn, moet ik een trapje naar beneden. En dan kom ik in het kelderniveau kom ik binnen. Dus je loopt niet gewoon recht je huis in. Er is dus iets gebeurd waardoor zeg maar, de modder omhoog gekomen is. Niet alleen in Amsterdam, maar dat geldt ook voor Berlijn. Het geldt voor Manchester, het geldt voor Kiev, het geldt Melbourne. Overal zie je dat ja, de modder omhoog gekomen is. Zeg maar, en dat men rustig, zelfs in Mexico-stad, dat je gewoon rustig over de nieuwe verdroogde laag verder gaat bouwen. En aan de hand van het uitgraven van al die gebouwen, dan zie je dus ramen en deuren gewoon allemaal in de grond zitten. Ik was een keer in Arnhem voor een opname in een studio. En die meneer zegt, kom, we gaan naar beneden. Naar beneden? Hij zei, ja, naar de kelder, daar zit de studio. Oké, okay. Dus we gaan naar beneden. Op de Eusebius single was dat. We komen naar beneden in die studio. Daar zaten dus luiken in de muur. Dus, nou ja, ik ga daar naartoe, ik open die luiken. En ik kijk gewoon tegen de muur aan, zeg maar, van buiten. Ik zeg tegen die man, waarom zitten hier luiken? Hij zei, ja, dat weet ik ook niet, ik huur dit. Maar goed, die luiken zaten daar omdat dat gebouw, zeg maar, natuurlijk vroeger compleet boven de grond heeft gestaan. En nou ja, dat heet dan de moddervloed. Alleen de vraag is, hoe kun je dat doen? Nou, wij weten dat die Tartaren, dat was een wereldbevolking, wereldbeschaving eigenlijk, startende zo'n 6.000 jaar geleden. 6 tot 6.500 jaar geleden. En die Tartaren die maakten gebruik, dat is wel heel bijzonder, van vrije elektromagnetische energie. Die wisten heel simpel dat als ik hier in deze hand zeg maar, een magneet heb en ik heb hier bijvoorbeeld iets wat lawaai maakt, dat kan een bel zijn, een grote stemvork, een orgel, dat maakt allemaal lawaai, trilling. Als ik die plus die doe, creëer ik hier een elektrisch veld. Dat kun je zien, want als je een elektriciteitsmetertje neerzet, die slaat onmiddellijk uit. Magneet plus trilling is een elektrisch veld. Nou, het enige wat je dan hoeft te doen is maak hele grote magneten. En dat zijn bijvoorbeeld alle triomfbogen die wij kennen. Dat zijn gigantische magneten. Dus het Arc de Triomphe bijvoorbeeld. Nou ja, voor ejemplo, er zit natuurlijk wel steen omheen. Dus wij zien alleen maar steen. Maar daar binnenin zit ijzer en een magneet. En dat gaat diep de grond in. En dan heb je nog een hele grote bel nodig om daartussenin te hangen. Die maakt de klank. En je hebt een gigantische generator zeg maar, van elektrische energie. Eigenlijk is het een vrij simpel verhaal. En die kathedralen, ja, het woord zegt het al, een kathode, dat is het negatieve deel, zeg maar, die waren daarvoor bedoeld. Dus je bouwt een gigantisch orgel in zo'n kathedraal, waarvan je denkt van ja, zijn die Tartaren dan zo gelovig? Nee, helemaal niet. Het is ook nooit bedoeld voor religieuze doeleinden, zeg maar. Maar die Tartaren wisten wel alles van sound, van geluid en van infrasound. Dat is geluid die we niet kunnen horen, maar die er bijvoorbeeld wel is. En ons gehoor gaat van 20 hertz tot 20.000 hertz. Wat daar beneden zit, dat horen wij niet. En wat er boven zit, dat horen we ook niet. Dat wil niet zeggen dat het er niet is. Nou ja, en door die kathedralen haalden zij de energie naar binnen. Niet om te gebruiken hoor, dat denken mensen vaak voor nou ja, stofzuigers en koffiezetapparaten. Die mensen aten niet. De keukens en toiletten zijn nooit gevonden uit die periode. Dat betekent dus dat de mensen niet aten. Zij leefden van de ether, van de lucht. Het waren breatharians. Zij konden leven van de lucht. En dat is logisch als jij de ether oplaadt met energie. In de Achterhoek, daar woont iemand, die doet aan elektrocultuur. En die doet 2-3 volt doet hij in de grond, waardoor de radijsjes en de aardbeien allemaal wat groter groeien. Nou moet je je voorstellen dat je dus in staat bent met al die kerken, kathedralen die bovendien op energielijnen staan, je mag dat die leelijnen noemen, wisten zij het veld te versterken met energie. Nou, als je daarin loopt, ja, dan ben je niet meer moe, je hebt geen stress, alleen ademen is al een verrukking. Eten is compleet overbodig. Dat hoef je niet eens te doen. Maar goed, al die Tartaarse constructen, die zijn dus onder de modder gezet. Die zijn bewust vernield.
En hoe je dat kunt doen, dat heet liquefaction. Liquefaction is het laten trillen van de grond, waardoor de grond anders zich gaat samenstellen. Dus alles wat licht is, water, gaat naar boven. En de zware delen in het water, dat zakt naar beneden. In Amerika heb je bijvoorbeeld van die spelletjes voor kinderen. Dat zijn twee glazen plaatjes. En daarbinnen zit water en allerlei steentjes en zand. En als je dat dan schudt, dan gaat het allemaal door elkaar. Maar als je dat neerzet, beginnen zich al heel snel, na minuten, allerlei lagen te vormen. Dus het onderste is bijvoorbeeld zwart. En dat valt het snelst naar beneden. En dan komt de tweede laag, en dan de derde laag, en dan de vierde. Nou, zo is dat eigenlijk hier ook bij liquefaction. Je trilt de grond, je laat de grond trillen, en de zachte modder komt gewoon omhoog. Als je kijkt naar de aardbeving in Christchurch in 2011, dan zie je de auto's gewoon verdwijnen in het wegdek. Die zakken gewoon naar beneden in de losse modder, zeg maar, in de weken blubber, zoals we dat dan noemen. En dat komt omdat het uit de grond komt. In New Madrid in 1815 precies hetzelfde. De grond werd vloeibaar en de modder komt uit de grond. Je kunt het dus bewust opwekken als je dat wil. En daardoor zie je gebouwen, zoals in Japan, dat was in 1954. Dan zie je die gebouwen helemaal achterover vallen bijna. Die zakken dus in de grond en die komen helemaal scheef te liggen. De toren van Pisa is natuurlijk nooit scheef gebouwd. Tuurlijk niet, die stond gewoon recht. Alleen doordat de grond op een bepaalde manier zacht wordt, dan gaat hij een beetje dit doen. Dan gaat hij een beetje schuin staan. Dus dat heet dan de moddervloed, waarbij als we gebouwen uitgraven, blijkt dus dat er nog 1, 2, soms 3 complete woonlagen onder dat gebouw zitten. En dat is nooit zo bedoeld. Ik laat foto's zien tijdens de presentatie van de aanleg van het eerste souterrain. Nou, je lacht je kapot. Je ziet gewoon een hele laag modder. Je moet dus een gat graven, helemaal naar beneden graven, om bij je deur te komen, om je huis in te komen. Nou, dat is natuurlijk niet opzettelijk. Natuurlijk niet. Die huizen staan allemaal boven de grond. Alleen door een bepaalde oorzaak zijn ze ineens in de modder komen te staan. En de mensen graven dus niet alle modder weg. In wezen wordt het op een gegeven moment droog. En dan bouwt men op de nieuwe laag, bouwt men verder. En ook daar laat ik heel veel foto's van zien van prachtig gebouwde, nou ja, noem het even kathedralen. Het zijn energiegeneratoren, zeg maar. Dat is eigenlijk wat het zijn. Maar dan is de weg is nog een en al modder en water. En het mooie gebouw, dat staat er al. En dan denk je, ja, dat klopt dus niet. Dat gebouw is neergezet. Toen komt die ramp. En dat was bewust, want men wilde af van die Tartaren. Er is een groep mensen gekomen, entiteiten, die eigenlijk de aarde voor zichzelf wilden hebben. En die hadden het idee van die Tartaren die zomaar die vrije energie uit de ether pakken. Want de ether zit er vol mee, hè. Je gaat niet mensen op een plateau neergooien en zeggen van zoek zelf maar uit hoe je aan energie komt. Nee, die energie die is er. Dat staat al in de Emerald tabletten, kun je dat al lezen. Dat de mensen leren om de ether te harvesten. They harvest the energy from the ether. Dus dat is ook de bedoeling ervan, wat we moeten doen. Maar goed, die nieuwe generatie, die wil dat niet. En die wil dat wij duur betalen voor energie. Dus alle Tartaarse constructen, de torens, zeg maar, de hoge gebouwen, de koepels, wat bedoeld is om geluid op een focaal punt te brengen. Als je rechte golven hebt van geluid en dat gaat naar boven toe, dan botst dat op die doom en die doom weerkaatst dat naar een focaal punt. En op dat punt kun je natuurlijk allerlei dingen doen. Bijvoorbeeld teleportatie. Dat konden zij. Ze konden mensen teleporteren. In de boeken staat zelfs complete legers werden in één keer geteleporteerd. En dat is niet zo moeilijk als je weet hoe je een portaal opent door bepaalde octaven en bepaalde sound. En zelfs de historie is bekend van monniken die door geluid stenen wisten te leviteren. En je weet hoe vaak ze om Jericho heen getrokken zijn om de boel te laten instorten. Mm. Dus door geluid en trilling kun je dingen veranderen. Als jij heel hoog gaat zingen en ik heb een glas in mijn handen, dan gaat dat glas breken. Nou, dat is wat geluid eigenlijk doet. Tartaren waren daar meesters in. Die wisten hoe ze de geluidsgolven sturen, hoe ze die konden vervormen en hoe ze die konden gebruiken door het te laten botsen, zeg maar, met een magnetisch veld. En daardoor krijg je de energie. Maar niet nogmaals bedoeld om stekkers in de muur, wat een onzin, maar gewoon om het veld op te laden. Waardoor alles automatisch fijn is, zeg maar.
En zij leefde 6000 jaar geleden. Toen begon het. Toen begon die beschaving. De laatste vernielingen van het Tartaarse Rijk, dat was zelfs nog in de Tweede Wereldoorlog. Dat weten wij niet, maar er is structureel door modder, door water, door energiewapens en door het opsluiten van heel veel mensen in gekkenhuizen. Je hoort me goed, maar gigantisch veel voorbeelden van 7000 lichamen, 25.000 lichamen van naamloze graven onder het terrein van gekkenhuizen worden gevonden. Dus heel veel mensen zijn op die manier eigenlijk afgevoerd. En dat is in de tijd van Tartarië allemaal gebeurd. En op een gegeven moment krijg je dat fenomeen van die lege steden. De mensen zijn weg. Er leeft niemand meer in zo'n stad. Nou ja, wat doen ze dan? Dan ga je de weeskinderen, totaal 250.000 weeskinderen, verlaten kinderen, worden dan getransporteerd op treinen naar al deze lege steden, om weer opnieuw die steden tot leven te brengen. Wanneer was dit? Dat is gebeurd in de periode van 1869 tot 1921. In die periode is het transport plaatsgevonden van al die weeskinderen. En waarom? Waarom? Ze hebben in Engeland hadden ze op een gegeven moment een wet. Law relating to the poor. Oftewel een wet die alleen geldt voor oude mensen. En die stelde dat een vrouw, wanneer ze kinderen had, getrouwd moest zijn. Een vrouw die niet getrouwd was met kinderen, daar werden de kinderen van weggehaald. En op die manier zijn ze aan heel veel kinderen gekomen. Ja, door gewoon die wet maar op te stellen. Dus die vrouwen raakten op die manier gewoon hun kinderen kwijt. Dus je moest getrouwd zijn. Nou ja, dat is niet alleen in Europa gebeurd. Dat is ook, nou ja, ook in Italië. De aantallen 15.000 in Spanje in die periode. Milaan, Napels en Rome. 32.000 kinderen in totaal. Die bij de moeder weggehaald worden. En eigenlijk getransporteerd worden naar lege steden. Waar ze de Tartaren hebben weggehaald. Waar ze de Tartaren hebben weggehaald, ja. Tartaren van een formaat van 3 tot bijna 5 meter groot. Oh, die waren ook groot. En iemand channelt voor mij trouwens. Iemand channelt voor mij uit die periode. En die zegt ook, Frans, de grote mensen leefden samen in harmonie met de kleine mensen, de gewone mensen. En de kleine mensen vonden dat fantastisch. Want die grote mensen, zeg maar van 4 meter, die waren vriendelijk. Die waren vreedzaam, die waren blij, die waren liefderijk, zeg maar. Dat was dus een hele fijne samenwerking, grote mensen, kleine mensen, door elkaar. En ik laat foto's zien van rond 1900, dat het ook werkelijk, en nog daarvoor ook, en daarna, dat het ook gewoon werkelijk kon. Maar die grote mensen zijn nu vrijwel allemaal verdwenen. Opnieuw, dat heeft te maken met de druk van de ether. Als de ether, de energie die ons voedt, zeg maar, als die achteruit gaat en een mindere kwaliteit aanneemt, dan wordt alle organismen worden kleiner. Hmm. Er zijn draken gevonden. Draken hebben bestaan, hè? Plenty. De aarde is eigenlijk de home of the dragons. Dat was eerst de eerste levensvormen. Maar die hadden een neusvleugel zo groot als dat van een paard. En denk je, hoe kan zo'n enorme draak, hè, van honderden meters groot, zo groot waren ze, hoe kan die ademen met neusvleugels ter grootte van een paard? Nou ja, het antwoord is, de etherdruk was totaal anders dan nu. Dus doordat de druk van de ether veel groter was, kunnen ze dat makkelijk doen. En zo'n draak die gaat vuur spuwen, puur omdat die moet enorm veel energie door zijn neus laten. Dat gaat helemaal verbranden, omdat hij dus in een veel lagere ether komt te leven. Nou ja, en daardoor sterft. Daardoor sterft dat en dan versteent dat weer. En nu vinden we, als we hoe dieper we graven, hoe groter de karkassen worden. Moet even terug naar die Tartaren, anders die... Ik krijg een beetje Game of Thrones gevoel zo, met draken en ijsmuren en weet ik het wat allemaal. De draken, dat was de eerste levensvorm. Reptielen. Als je een reptiel groeit zijn leven lang door. Als jij hem niet doodt, zal hij altijd blijven groeien. Dus dino's hebben nooit bestaan. Dat is een hoax. In 1842 bedacht door meneer Owen. Die had het over dino's. Die hebben nooit bestaan. Wat wel bestaan hebben, is hele grote levensvormen van dieren die wij nu nog kennen. Dus salamanders en andere reptielachtige slangen en dergelijke waren vroeger de eerste grote vormen hier op aarde. Ja. En die verstenen. En ik laat mensen een salamander zien van 80 kilometer groot. 80 kilometer? 80 kilometer groot, ja. En dat maakt niet uit hoe groot ze zijn. De leefwereld en omstandigheden waren anders
dan nu. Je moet je voorstellen dat als in de Bijbel staat, we zijn eigenlijk de grasshoppers, de sprinkhanen op het aardse plateau. Wie zegt nu aan mij wat groot en klein is? Mm-hmm. Dus toen waren die levensvormen zo. En doordat de omstandigheden veranderd, zeg maar, ja, dan zal alles klein. En nu nog? En wij Nederlanders zijn nog de langste op aarde, omdat we voor een deel onder de zeespiegel wonen. Maar de mensheid zal, die wordt er dus niet beter op, zo zeggen. Nee. Dus de theorie van Darwin, dat is niet juist. Dat is niet juist. En over die Tartaren, want op een gegeven moment zeg jij, komt er dus iemand, want ze waren dus eigenlijk qua, ze waren verder dan dat wij zijn, laten we het zo zeggen. Want zij leefden dus, zeg jij, meer vanuit liefde en ze maakten gebruik van de ether en al die dingen waar wij nu ruzie om maken, dat hoeft allemaal niet. Zij konden creëren vanuit de ether. En er was dus op een gegeven moment een groep mensen die zei, dit willen wij liever niet hebben. Juist. Wie waren dat dan? De namen zijn bekend. Het is een groep van, je mag ze de nieuwe heersers noemen. Je mag het de Illuminati noemen. Dat is natuurlijk pas in 1776 gestart. Maar er is een groep mensen gekomen die hun visie, hun leider, eigenlijk Lucifer is dat, die willen ze weer op de troon hebben. En dat is begonnen zo'n 170 jaar geleden. En ook een Churchill, dat was geen goeie. Laten we nou geen doekjes omwinden. Die liet in 1952 liet hij Helgoland nog bombarderen. In februari 1945 liet hij nog 22.000 ton brandbommen op Dresden gooien. Dresden was een gigantische Tartaarse nederzetting. En heel veel oorlogen waarvan wij denken van ja, dat was zo en zo, die blijken dus later niet te kloppen. Het ging om de vernieling van het Tartaarse Rijk. Die ene psycholoog, Freud, behoorde daarbij. Er kwam een groep mensen die in hun visie de aarde voor zich wilden hebben, aansturen, controleren. En zij schuwden geen enkele manier om alles wat er was te vernietigen. Er is een vloot is helemaal rondgegaan en heeft al die grote branden, zogenaamd, hè, grote brand van San Francisco. Ik laat 14 slides zien met allemaal rampen die allemaal werkelijk eigenlijk in gang gezet zijn. De grote brand van Londen, de grote brand van Chicago. En nee, het ging erom dat ze die structuren niet meer wilden. Als je naar Nashville gaat, ik ben er 7 keer geweest, daar staat bij Nashville heb je het Centennial. Eigenlijk is dat een gebouw met een aantal pilaren wat er dan nog staat. Maar als je ziet wat er in 1897 allemaal stond, hoeveel gebouwen daar allemaal omheen staan, die zijn nu allemaal weg. Is allemaal vernieuwd. En dat zie je overal. Men vernieuwt dat bewust. Er komt dus een nieuwe groep. Thomas Edison, waarvan wij denken, ja, dat was een goede vent. En nee, Tesla die vertaalde eigenlijk wat de Tartaren al deden. Hij zegt dat het aardse plateau heeft zoveel energie. We hoeven geen kolen en olie en gas en laat staan windmolens. Dat zei hij niet, maar dat hebben we allemaal lang niet nodig. Richard Feynman, dat is een natuurkundige, die zegt, er zit zoveel energie in een kubieke meter lucht, air, dat ik alle zeeën en oceanen op de aarde kan laten koken. Zoveel energie zit erin. Mijn vriend Hassan Bodi in de Pyreneeën, die haalt 6000 graden uit 1 waterdruppel. Door het niet te exploderen, maar door het te imploderen in een vacuüm. Hij creëert een vacuüm, brengt daar die waterdruppel in en boem, dan haalt hij de energie eruit. Dus wij leven werkelijk in het bad van energie. En ze willen niet dat wij dat weten, want ja, dan gaan we niet meer duur betalen voor onze stroom. Zeg maar. Maar die nieuwe generatie die wordt uitvoerig beschreven van wie dat zijn, wanneer is het dat begonnen, structureel vermoorden en vernietigen van de Tataarse structuren. Nou ja, er is nu nog maar een klein deel over. En wat ik aan foto's kan laten zien aan de mensen, dat staat er dan nog. Wat weg is, kan ik natuurlijk niet meer laten zien. Nee, dus 170 jaar geleden, zeg jij, was dat eigenlijk de grondlegging van de wereldheerschappij die we zoals we hem nu kennen eigenlijk. En zoals we nu verder nog richting de New World Order gaan. Dat is 170 jaar geleden begonnen eigenlijk. Kort geleden begonnen, ja. Het lijden van mensen is wel veel langer. Mm-hmm. Dus het overheersen van mensen, dat al dan niet gebruik maken van demonische entiteiten. En mensen zoeken contact met de onderwereld. Niet de criminelen, maar de onderwereld van de energieën. En verzoeken dus om hen te helpen met het lijden, controleren van mensen. Dat is ook al heel lang aan de gang. Dat is ook niet nieuw. Maar
Ja, dat is wel triest om te zien. Want de prachtheid, de mooie van al die constructen die men heeft gecreëerd, niet met hamer en beitel. Ben je gek? De eerste boor, zeg maar, die werd pas in 1947 op de markt gebracht. 1957 zelfs, door Bosch. Die kwam met, maar al een gigantisch ding ook. Ja, je moest met meerdere mensen moest je dat bedienen. Ja. Dat kon niet met één persoon. Maar de eerste elektrische boor, zeg maar, voor mensen. Maar toen al die prachtige moskeeën en gebouwen, kijk naar Rusland, met die grote uien, zeg maar, op het dak allemaal, dat stond er allemaal al in een tijd dat we helemaal nog niet dat zouden kunnen doen. Want die gebouwen hebben één kenmerk, we kunnen het nu niet meer doen. Dat ding in Barcelona, die Sagrada Familia, zeg maar, die Gaudi zogenaamd, niet echt hè, niet echt. Dat heeft Gaudi niet gemaakt, man. Nee, maar goed, dat weten ze nu niet hoe ze dat af moeten bouwen. Daarom staat hij nog steeds in de stijgers. Ik kreeg een berichtje van iemand uit Malaga. Die stuurde mij dat ook in Frans. Dat ding genereert gigantisch veel energie. En ze kunnen het gewoon niet afbouwen, omdat het niet van deze tijd is. Het komt uit een periode dat men heel anders omging met ether en energie. Nou ja, vandaar dat ze niet weten van, ja, hoe moeten we dat nou doen? Weet je wel? Mm-hmm. Nou, dat toont al een beetje aan dat de kennis van de architecten destijds, zonder computers. Als jij nu een huis wilt laten bouwen, dan ga je naar de architect en zeg, joh, ik wil de wanden zo ver uit elkaar hebben, zo hoog. En nou, dan toets je dat allemaal in, dan komt er een programma uit. Dat had men toen niet. Kennelijk creëerde men op een andere manier. Hmm. En men creëerde vanuit de ether. En hoe zit het met piramides dan? Hebben die, wat is hun rol in het verhaal geweest dan? Goed, een piramide is niks anders dan ook een energy producent. Het is een machine via schuine wanden om energie te genereren. Hmm. Eigenlijk is het een kathode dat als je hem in werking ziet, waar wij naartoe kijken, zijn alleen maar dode stenen. Hè? Ik laat mensen pilaren zien in de presentatie. Het zijn stenen pilaren, maar ik laat ze zien dat ze volledig gloeien. Ze geven volledig licht en warmte. Waarom? Die pilaren zijn opgebouwd uit magnesiet, uit kristal en uit zout. En als je daar energie doorheen laat gieren, en dat zit er binnenin, zitten spoelen in en metaalwerk, dan wordt zo'n zuil volledig warm en die gaat licht geven. En dat zien wij niet. Wij zien alleen maar naar dode stenen, net als bij de piramiden. Maar een piramide is, en daarom staan ze over de hele wereld trouwens. Hè. Het is niet alleen dat Egypte, er staan zelfs op Antarctica staan piramiden. Jo. Ja, die staan er. Je hebt er van foto's van. Dus die staan. Nee, maar het is gewoon een manier om energie te genereren. Alleen al het maken van een schuine wand genereert energie. Als je Kirlian fotografie doet, dus je energie, je maakt een foto van energie. Als ik alleen maar de piramidevorm heb, is voldoende om de energie aan de bovenkant te bundelen. Alleen al door die vorm te bouwen, hoef ik verder niks te doen. Ik hoef er geen water onder te hebben of andere. Alleen al door die vorm te bouwen, genereer ik al de energie. Hmm. Nou ja, dat maakt het des te triester als je ziet wat we allemaal hadden. Hè, dat we niet hoefden te vechten voor onze energie. Dat het in wezen allemaal toen is vernield. Ja, en hoe zit dat dan precies met die matvlat? Want die heeft daar aan bijgedragen ook aan de vernietiging van dat Tartaarse Rijk, toch of niet? De boeken zeggen wereldwijd is het water via een overstroming 15 meter omhoog gebracht. Nou, trouwens, dat kan niet op een bol. Dat kan alleen op een plat vlak. Je kunt alleen op een plat vlak 15 meter verhoging brengen van het water. Maar als het water op een gegeven moment weer weg is, dan heeft hij dus afgegeven aan de aarde een laag van blubber. Noem het even zo. Nou, dat is een manier om dus een moddervloed te veroorzaken. Je overstroomt het met water. Dat is net als in Valkenburg. Toen dat water allemaal binnenkomt, het water trekt weg, je blijft alleen maar smeurie achter. Nou, dat gebeurt in het groot ook. De tweede manier is door die trilling, wat ik al verteld had. Hè, dat je trilt de grond, daardoor wordt het week aan de bovenkant. De zware delen zakken naar beneden en de gebouwen die zakken gewoon, je kunt zelf nabootsen. Als je een glasplaat neemt, je zet er gedroge modder op. En je zet er wat bekers op of kubusjes. En je laat de tafel trillen, of de plaat laat je trillen. Nou, dan zie je dat het gewoon wegzakt. Dat het de samenstelling van de modder verandert. Nou ja, dat is allemaal bewust gebeurd. En ik vraag me af, als het met grote diepten gaat, misschien zijn er wel complete gebouwen verdwenen. Ik laat in mijn presentatie zien een weg, gewoon een straat, dat vol ligt met ijzeren patronen. Allemaal ijzeren
krachttekens. En dan denk je, ja, dat is eigenlijk het eerste wat verdwijnt. Als je het ijzer had je nodig om te geleiden. Dan moest de energie zijn maar doorheen. Maar op het moment dat je een moddervloed veroorzaakt van 3 meter... ja, dan zijn die wegen liggen allemaal al onder de modder. En dan kun je ze niet eens meer zien. Laat staan, de gebouwen staan er dan nog wel zichtbaar. Maar de wegen zijn al weg. En waarom zou je een complete weg aanleggen met alleen maar ijzeren tekens, krachttekens op de bodem? Een hele complete straat. Waarom zou je dat doen? En puur omdat het om energie ging. Maar niet energie om te gebruiken in je huis. Puur om energie. Je kan wel energie gebruiken om de muren te verwarmen. Kijk, op het moment dat je nooit een stookplek vindt in die oude gebouwen, dan denk je, ja, maar zij hebben ook winter gehad. Hoe hou je het dan warm? Nou, als jij de energie door die zuilen laat gieren en door de muren, want er zat allemaal ijzer in. Wij noemen dat gewapend beton. Maar er zit dus allemaal ijzer in. Ja, als dat ijzer warm wordt, dan wordt zo'n muur helemaal warm. Dus de warmte komt als het ware gewoon. Ik heb ooit eens een keer een massagemat gekregen van iemand. Dat is een mat, daar ga je op liggen, daar doe je de stekker in de stopcontact. Er zit wel een transformator tussen, hè. Dat was wel vriendelijk bedoeld, zeg maar. Maar in die mat, daar zitten allerlei ragfijne ijzeren draadjes. En de stroom gaat er doorheen en dat voelt weerstand. En door die weerstand wordt dat warm, zeg maar. En die warmte geeft het af aan de mat. Dus de mat, die wordt op een gegeven moment lekker warm. Dan kun je dus iemand opleggen en dan, nou ja, dan kun je dat masseren, zeg maar. Daar is het eigenlijk voor bedoeld. Maar als je dat in je gebouwen weet aan te leggen, dus je laat de energie gewoon door die gebouwen heen gaan. Dat zouden ze eigenlijk bij die klaagmuur moeten doen in Israël, zeg maar. Dat ze het lekker warm even tegen de muur aan kunnen staan. Maar op die manier werkte dat. Op die manier werkte dat eigenlijk. Ja. En dus die groep mensen die dan nu overal aan de macht zijn, zij hebben dan eigenlijk gezorgd voor die matplat destijds? Men wilde af van de Tataarse verworvenheden. Water is ervoor gebruikt, energiewapens. Denk aan de ramp bij San Francisco. Dat ziet er net zo uit als die zogenaamde bosbranden in Californië, bij Santa Rosa 2 jaar geleden. Foto's zijn exact hetzelfde. Als je een normale brand hebt, dan staat er nog een gedeelte van jouw gebouw. De schouwen staan er nog. Toiletpotten, die staan er ook. Maar dat is toen niet. Dat is allemaal weg. Het lijkt wel of men toen al beschikking had over energiewapens. Waarbij je als het ware de hele straat, hele blokken, wijken verpulvert tot niets. Dat is eigenlijk wat we kunnen laten zien. Wat ze nu ook gebruiken bij die bosbranden in Californië, bijvoorbeeld. Ja, dat zijn geen bosbranden, de bomen staan er nog. Ja, precies. Dus de bomen staan er nog, alleen de huizen zijn weg. En niet een beetje weg, die zijn helemaal tot aan de grond verpulverd eigenlijk. En dat duidt erop dat er energie gebruikt is om dat te doen. Want het ene huis staat er nog, de bomen staan er nog. En dat wat weg moet, voor het toekomstige bouwplan, zeg maar, dat is precies weg. En die vergelijkingen heb ik duidelijk kunnen aantonen met wat er in 1908 gebeurd is en 1895. Met nu, het zijn dezelfde opnamen. En eigenlijk, en er zijn dus meerdere manieren waarop die Tataarse beschaving tot een einde is gekomen. En na 150 jaar weet eigenlijk niemand het meer. En, nee. En sommige kerken trouwens, die werken nog. Sommige kerken hadden nog lange tijd, zeg maar, het na-effect van de energie die daar werd gegenereerd. Als vrouwen vroeger naar de kerk gingen, dan deden ze een hoofddoekje om. En die gewoonte hebben wij nog steeds. Maar dat was niet omdat het een gewoonte was. Dat ging, er was zoveel elektromagnetische energie in die kerk, dat dat haar ging overeind staan en flonkeren. En daarom deden ze een hoofddoekje om. Dat was eigenlijk de gewoonte. En die gewoonte blijft dan voortgaan. Maar op een gegeven moment dan raakt de energie, die raakt daar compleet uit. Soms werkt het nog. Dan zie je in Engeland wel eens wat opnames van mensen die zien zelfs ook de bedrading met kabels, koperdraad, nog gewoon lopen langs die kerk. En dat gaat dan weer de grond in. Dus men toont keer op keer wel aan dat het inderdaad allemaal zo heeft plaatsgevonden. Nou ja, voor mij is dat geen, ik weet dat duidelijk. En in Nederland heb je van die vestingen ook, toch? Die daar iets mee te maken hadden. Een vesting? Ja, naar de vestingen. Ik weet niet precies hoe je die dingen noemt. Maar oh, Starfords. Ja, dat zijn Starfords. Nou ja, de manier waarop je eigenlijk Starfords. Sorry? Ja, ik moest ook nu Starfords. Starfords. Dat zijn, wat ons verteld is, dat waren dan zogenaamde bastions. Hè, daar kon je elkaar makkelijker verdedigen en zo. Natuurlijk, kletskoek, het makkelijkste verdedigen is een ronde muur. En daar kun je op staan, dan kun je alle kijken. Maar een Starfort is bedoeld om energie op te wekken voor dat gebied. Zo is Middelburg en Zutphen en Kampen en Zwolle, zelfs Amsterdam. En het zijn allemaal Starforts. Gebouwd in de vorm van een ster, zeg maar even. En door dat te doen, altijd in de buurt van water,
Is er geen water in de buurt, dan werkt die niet. Je hebt water nodig om dat te kunnen doen. Nou ja, en zo zijn er misschien in heel Nederland, misschien wel 60, 70 van die Staffords. Een deel laat ik zien, ook Lelystad is daar een van. Nee, Lelystad niet, Enkhuizen, wat aan de andere kant ligt. Enkhuizen is ook zo'n Starford. Soms is het een halve, maar Berlijn ook. En Dresden was een gigantische Starford. Maar ook daar stroomt weer een rivier tussendoor. Dus je hebt altijd water nodig in de buurt van een Starford. Hmm. Ja. Hoe, want oké, dit is zeg maar eigenlijk compleet uit onze geschiedenis weggevaagd. Terwijl zo kort, ja. Zo lang geleden is het dus nog helemaal niet. Ja, denk jij wel, ja, hoe ziet dan de komende periode eigenlijk voor jou eruit? Denk je dat we dit weer terug kunnen gaan vinden of herontdekken of hoe je het ook wil noemen? Kijk, stap 1 is zo dat de mensen moeten wel het idee hebben dat er iets niet klopt. Als jij naar de buitenwereld kijkt en je denkt van alles is wel in harmonie. He, dat er chemtrails lopen door de lucht. Dat je denkt, nou ja, dat vind ik wel kloppen. He, de ontwaarding van je geld, de producten duurder worden, energie waar je veel voor betaalt, benzine €2,38. Als je denkt dat dat allemaal wel kloppend is, ja, dan heb je niet helemaal door dat er dus iets niet klopt. Dat is eigenlijk wel stap 1. Ontwaken is niet het einddoel, hoor. Dat is niet het einddoel. Maar ontwaken is wel stap 1. Op het moment dat je dat besef hebt, moet je dus ook een conatief element toevoegen. Oftewel, je wil er iets mee doen. Je wil er iets aan doen. Je wil je bijvoorbeeld verbinden. En die groepjes zijn er nu gelukkig. Naar aanleiding van die Tartaria-speeches heb je groepen die bij elkaar komen en gaan praten over hoe kan ik die energie zelf doen. Nou, dat is niet zo moeilijk. Je zet een paal in je grond van 12 meter of 20 meter en vanaf 1 meter beginnen die voltages al toe te nemen. Op 1 meter heb je 100 volt, op 2 meter zijn maar 200 volt en dat gaat door tot 50 kilometer hoog. Dus hoe meer en hoger je bouwt of palen in de grond zet, dat mag niet overigens, je mag niet zomaar palen in de grond zetten, tenminste niet als ze weten waar je aan het doen bent, dan kun je dat zelf ook gaan aftappen. Je verbindt dat met elkaar en je kunt dat gewoon gebruiken. Dus, maar als jij een kathedraal bouwt, dan hebben ze dat niet in de gaten. En je legt er allerlei koper overheen en koperen dak en verbindingen met elkaar. Zelfs een ijzeren hek, een gietijzerhek, genereert energie. Alleen doordat het een hek is. En ik leg altijd uit, een spin is een web. Je ziet een spin, die heeft een web. Een spin in zijn web zal nooit verhongeren of verdorsten. Nooit. Want zijn web die trekt de energie uit de ether. En daar leeft hij van. Dat er af en toe een mug binnenvliegt. Nou ja, dat is mooi meegenomen, maar dat is niet zijn. Hij leeft van zijn web, zeg maar. Die trekt de energie uit de ether. Denk aan die meneer Feynman, hè, hoeveel energie er wel niet in zit. Dus een gietijzerhek die doet precies hetzelfde. Je kunt er een apparatuur op aansluiten en die meet gewoon dat er een resonantie is, een bepaalde trilling. Nou, die trilling kun je gebruiken en dat levert gewoon energie op. Als je genoeg frutsels maakt en tierenlantijntjes en kruisjes en dingetjes en torentjes aan zo'n hek, dan kun je er gewoon lampen bovenop zetten en hij doet het. Hij haalt het gewoon op en het geleidt het naar boven toe. Hup, de lamp brandt. Dat is wat Tesla ook al aangaf. Ik wou zeggen, is dat niet wat Tesla ook... Ja, tuurlijk, de energie. Je maakt niet een zandbak zonder dat je voorziet in energie. Dus je creëert een aards plateau en je zorgt ook dat er energie is. En je hoopt dat de mensen doorhebben hoe ze dat kunnen gaan ontvangen. Nou, begin... Zeg maar, de paradijselijke omstandigheden was het nog misschien niet zo nodig, want alles was nog volop in de ether. De ether was automatisch aanwezig. Maar op het moment dat de ether zeg maar afneemt, ja, dan moet je iets doen om dat eigenlijk weer zelf te versterken en te ondersteunen. Nou ja, en dat is wat die Tataren eigenlijk gedaan hebben. Die hebben eigenlijk het etherveld weer op hun manier weten op te laden. Nou ja, en dan kun je gewoon doorgaan met leven. Bovendien, ik vergeet nog even iets. Kijk, zoals wij op zondag uit eten gaan bijvoorbeeld. Waarom zouden zij niet op zondag of een andere dag gewoon naar die enorme kathedralen gaan? Of Crystal Palace, in Zuidoost-Londen heb je dat ook. En je laaft je aan de muziek. Je weet wat trilling met de mensen kan doen. Als wij zelf bestaan uit licht en geluid, wij zijn je bent voor mij alleen maar een veld van trilling, van muziek. Waarom zou je niet luisteren, begeven in die trilling, in die muziek, en geheel opgeladen, ga je 's middags weer naar huis? Dat kan. Dat kan nog steeds. Maar we weten niet meer hoe. Ja, althans, we doen het niet meer. Nou ja, je hebt 528 hertz en 731 en je hebt allerlei hertzniveaus. Wij zitten nu op een verkeerde. Hè? Normaal was 432.
Dat is een harmonische trilling. Maar wat hebben ze bewust gedaan? Ze hebben dat naar 440 gebracht. En dat is een totaal niet in harmonie. En dat is het geluid wat uit de tv's en de radio's komt. En uit de muziekindustrie. Maar zou je naar 441 hertz gaan, 1 hertzje per seconde meer, een golfje, dan zit je alweer op een veel goddelijker vibratie. Maar dat doen ze niet, want ze willen eigenlijk... Eigenlijk worden we ziek door de trillingsfrequentie, waardoor ze de mensen op een laag niveau houden. Als ze die trilling zouden veranderen, en je gooit alles naar 528 bijvoorbeeld, is alles opgelost. Alles meteen opgelost. Dat is de meest perfecte harmonie. Zeg maar het kruispunt van licht en geluid. Dat zit op 528. En kunnen wij er iets aan doen om daar weer uit te komen? Je zou het met z'n allen kunnen gaan draaien, bij wijze van spreken. Want alles wat je aan energie uitzendt in de ether, dat blijft bestaan. Dat gaat niet weg. Maar het is vervelend dat wij mensen iedere keer iets moeten bedenken wat onze controleurs en machthebbers juist doen om ons beperkt en klein te houden. Waarom hebben die chemtrails vandaag niet? En nu is Schiphol dicht dan vandaag? En dan kun je toch afvragen, is Schiphol nou vandaag dicht? Want ik zie helemaal geen strepen. En morgen zijn ze er misschien wel weer. Nou ja, chemtrails hebben een bepaald doel. Dat doen ze natuurlijk opzettelijk. Maar voor de mensheid, dat was jouw vraag. Ja, wij zijn hier op aarde om in vrijheid onze dienstbaarheid aan anderen te kunnen doen. Je hebt twee soorten mensen. Service to self, dat zijn de mensen die aan zichzelf denken. En je hebt STO, dat zijn service to others. Mensen die zover zijn dat ze begrijpen dat alles eigenlijk één is. En dat die mensen dus ook andere mensen helpen. Nou ja, als we dat wat meer zouden doen, dan wordt het al een stuk prettiger, zullen we zeggen. Ik voorzie wel in dat het goed gaat. Want de mensen nu op aarde zijn hier nu niet gekomen om in het systeem van de NWO te gaan zitten. Als je boven in het etherische veld zit en zegt, kom, ik wil een weekend naar de aarde. Dan ga je niet zeggen, nou weet je wat, dan ga ik net voordat we allemaal opgesloten worden, ga ik even naar de aarde. Nee, dat ga je niet doen. Dus de mensen die hier nu zijn, ik zeg het ook in de zaal hoor, tegen gisteravond nog in Breda. Ik zeg het gewoon, jongens, de mensen die hier nu zijn, u bent hier omdat u weet dat dit een van de meest mooie perioden gaat worden van de mensheid. Het ontwaken, het zien, het doorzien en het inzien van het systeem. En ook het afgooien van het systeem. Want als werkelijk het dak eraf kan, het dak, hè, het grote dak, ja, dan kunnen we instant healing, levitatie, gedachten lezen, telepathie, remote viewing, kunnen we allemaal gewoon weer doen. Het zijn allemaal eigenschappen die wij ingeborduurd hebben gekregen, maar die Anunnaki opzettelijk een beetje afgekoppeld hebben. Vandaar dat ook die Bashar zegt van, wij zijn de meesters van de beperkingen. Ondanks dat we heel beperkt zijn afgeleverd, ingedumpt in de zandbak, doen wij het toch heel goed. Maar stel je voor dat je dat allemaal kan. Dat wij niet dit praten, dat is ouderwets. Ja, over 200 jaar praten. Ik weet wat jij denkt en jij weet wat ik denk. En dat is de manier van communiceren. Buitenaardse doen dat al. En die kijken met verbazing naar het vernietigen van onze stembanden eigenlijk. Wat een onzin. Je kunt toch gewoon communiceren met elkaar op een ander niveau. En nou ja. Bijzondere en dus ook wel een mooie tijd. En wat ik dan ook al mooi aan vind, dat we nu denk ik gewoon dit soort gesprekken gewoon kunnen voeren. Zonder dat daar heel veel oordelen aan vooraf gaan en dat het een breed publiek krijgt. Zodat iedereen toch weer gaat nadenken over, oh, misschien zit het zo wel in elkaar. Of misschien zit het zo wel in elkaar. Weet je, dat je dat gewoon, allemaal, dat die informatie beschikbaar is. En dat we daar gewoon gebruik van kunnen maken. Ja, dat moeten we ook doen. We zijn allemaal een beetje slachtoffer geworden van een ragfijn informatiesysteem. Wat al begint bij de scholen. He, dus alle authenticiteit en originaliteit bij kinderen wordt al heel vaak een beetje weggehaald. We moeten in dat systeem. Nou, daar passen informatie in over biologie. Wij denken dat we zuurstof ademen, maar ik denk dat dat helemaal niet het geval is. Als jij een appel doorsnijdt of een peer of een banaan en je laat hem 5 minuten liggen, dan is hij bruin. Nou, dat spul, dat is zuurstof. Dat wil je toch niet in je longen hebben. Als je in je longen werkelijk gaat kijken bij de longblaasje, dan zie je dat het een natte boel is. Misschien ademen wij wel waterstof, wat eigenlijk een brandstofelement is. En zuurstof is alleen maar een ontstekingselement. Misschien is wel waterstof datgene wat ons power geeft. Wat in de ether eigenlijk zit.
Maar zuurstof, dat lijkt me niet prettig namelijk. Van 100% zuurstof ga je hartstikke dood. Hmm. Dat trek je niet. En dat hele stikstof waar ze de boeren nu mee plagen. Mensen, wat toch een onzin. Het is de kletskoek. Het is gewoon niet zo. Er is geen stikstofprobleem. Als het moet komen van dode dieren. Die ammoniak maken. Dat wordt nitriet. Dat wordt nitraat. En dat gaat dan op een gegeven moment stikstof weer de lucht in. Wat een onzin. Wat een kletskoek. Het is niet waar. Het is niet waar allemaal. Nou, en dat vind ik mooi dat we dat nu zo kunnen bespreken. Hopelijk dat steeds meer mensen de klep open gaan doen en van allemaal verschillende theorieën gebruik van maken. En dan ook denk ik gewoon vooral je eigen visie erop nahouden. Ik denk dat mooi is. Ga op je gevoel af. Ja. De mind is te sturen en te misleiden. En de mind zorgt voor veel problemen. Ik heb gisteren nog gezegd, als iemand zichzelf wil vermoorden met een revolver, houdt hij dan de revolver voor zijn hart of voor zijn mind? Hij houdt hem voor de mind. Dit wil hij kapot hebben, niet dit. Mm. Daar ligt een beetje het probleem. Wij denken onszelf een beetje, ja, een beetje te veel eigenlijk. We denken te veel. We moeten eigenlijk weer terug naar voelen. Nou, voelen. In de tijd van Lemurië hadden ze niet eens een geheugen. En dat is prettig. Je leeft dus altijd in het nu. Mm. Als je met iemand praat van, joh, weet je niet meer van, nu, geen idee. Weet je wel, ze hadden geen geheugen. Dus wat Eckhart Tolle ook zegt, je zit alleen maar in het nu. Mm. En dat maakt het prettig, want je gaat nooit een nu-situatie beoordelen op grond van eerder gedane ervaringen. Want dat weet je niet meer. Nou, dat is toch prettig. Mm. Je kunt alles opnieuw beleven. Nou, dat. Maar goed, dat doen wij niet. We zitten zwaar in een situatie van het verleden. Ja. Frans, mag ik jou vriendelijk bedanken voor dit gesprek. Ja, is het alweer gebeurd? Het is alweer gebeurd, ja. Nou, hoe lang hebben we erop zitten? Twee uur, denk ik, of zo. Kijk even naar David. Goed zo, is ja. Goed. Nou, ja, superfijn, joh. Dankjewel. Ik hoop dat mensen kunnen jouw lezingen van je bijwonen, toch? Kunnen dat even vinden op je website, denk ik. Ja, de website, in de gewoon mijn naam ook. En dan .nl erachter. Supertof.nl. Mega interessant. En ik hoop dat dit ook weer iets is waardoor mensen zelf weer op onderzoek uitgaan. En dan kijken wat ze er zelf van over kunnen houden. Ja, dat is de bedoeling, ja. Je moet het zelf doen. Zelf doen, onderzoek. Ja. Ja, je kunt je alleen jezelf overtuigen en uiteindelijk naar de waarheid brengen. Dankjewel, Frans. Graag gedaan. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie dit ook tof hebben gevonden. Dit is een onderwerp die er al een tijdje natuurlijk zat aan te komen. En mijn filosofie, dat weet iedereen denk ik ook inmiddels wel. Ik weet het ook allemaal niet precies, maar ik vind het super interessant om alle theorieën aan te horen. En uiteindelijk blijven er altijd stukjes plakken die je dan later weer een keertje integreert. Of die dan later weer terugkomen waar je iets mee kan. Anyway, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En ik hoop dat jullie, degene die het interessant vinden, verder op onderzoek uitgaan. Als jullie het tof hebben gevonden, jullie doen mij een groot plezier door hem te delen op je socials en met je vrienden. En op www.johnluca.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee doe je natuurlijk ook een groot plezier. Iets anders bijdragen kan ook info@johnluca.com. Ik lees het allemaal. Super, dank jullie wel voor het kijken, voor de bijdrage, voor jullie steun en voor het delen. Dank jullie wel en tot snel. Ciao.